Ja, ik ga beginnen. Daar komt ie. Chaos Theory. Eigenlijk hebben we bij Hovo een klein beetje een misnomer in de maag gesplitst. In de betekenis van dat het chaos theorie meer is dan alleen maar chaos theorie. Het gaat eigenlijk over een dieper vak wat niet-lineaire dynamica heeft. Dus eigenlijk had het beter kunnen heten niet-lineaire dynamica en chaos. Want waar we het over gaan hebben is differentiaalvergelijkingen. Het is wat dat betreft echt een wiskundig vak wat we nu gaan doen. Nou, wat differentiaalvergelijkingen zijn, u weet het allemaal. We gaan toch even een introductie zo meteen doen. En het gaat erover hoe kun je de natuur goed beschrijven. Hoe kun je, als je weet wat de natuur nu is, wat doet die zo meteen? En het idee is dat je dat met differentiaalvergelijkingen doet. Dat je zo hopelijk een beschrijving vindt van de natuur die op elke tijd zichtbaar is. Maar differentiaalvergelijkingen komen in twee smaken. Ze komen in zogenaamde lineaire differentiaalvergelijkingen en niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. En dat is een wereld van verschil. En het chaosgedeelte, dat zit in de niet-lineaire kant van de dynamica. Dus een gedeelte van het college waar we het over gaan hebben, dat is eigenlijk hoe lossen wij differentiaalvergelijkingen op als ze van het type niet-lineair zijn. Dat is eigenlijk het grote plan wat we gaan doen. Nou, voordat ik dat ga doen, eerst even dat belang van die differentiaalvergelijking. U weet allemaal wat een differentiaalvergelijking is. U weet allemaal wat een normale vergelijking is. Zoiets als dit, hè. X plus min 4 is 0. En dan kunnen ze zich afvragen welke x is dit waar. Dan zijn er twee x in dit geval. X is plus 2 en x is min 2. Terwijl de oplossing hier is een getal. Maar je kan ook vergelijkingen hebben van de oplossing niet een getal is, maar zelf een functie is. Hoe je dat voor elkaar krijgt, zou ik voor dit kunnen maken. Dit is een functie waarvan ze eerste afgeleide min de functie zelf gelijk is aan 0. Zo vraag je ook stellen. Dan kun je afvragen welke functies maakt dit waar. Ik kan ook een getal stellen waarvoor dit waar is trouwens. Dus getal 0. Dat werkt. Maar misschien bestaat er nog eentje die het ook doet. Nou, u weet allemaal misschien nog de oplossing hiervan. Is dat eigenlijk? Nee, deze maken we het prima. Want u weet allemaal, de afgeleide van e tot de macht t is zelf e tot de macht t. Dus afgeleide min zichzelf, ja, dat is hier inderdaad precies 0. Dus hier zie je een vergelijking waarvan de oplossing niet een getal is, maar zelf een functie is. In dit geval deze functie, die e tot de macht nog iets. Dit is een lineaire differentiaalvergelijking. Met lineair bedoelen we dat de afgeleide in dat ding en de functie zelf, zelf maar tot de eerste macht voorkomt. Er staat geen kwadraatje op bijvoorbeeld. Dat maakt het leven verschrikkelijk veel ingewikkelder. Je hoeft ook niet de sinus van de afgeleide te nemen. Min de functie van het kwadraat. Alles wat u wegneemt van de functie of zijn afgeleide tot de eerste macht, dat brengt u van lineaire dynamica naar niet-lineaire dynamica. En dat wordt een wereld van verschil. En precies daarover wil ik het zeker het eerste uur gaan hebben. Waar het verschil in zit en hoe we dan dat soort dingen kunnen gaan oplossen. Dus ik wil het langzaam maar zeker gaan opbouwen. En misschien heeft het zin om eerst voor de context eventjes wat differentiaalvergelijking aan u te geven. Die in de natuur voorkomen. Nou, u kent er natuurlijk wel een aantal. Differentiaalvergelijking is ook altijd afkorten met TV. U kent natuurlijk allemaal voorbeelden ervan. Hè? Misschien het schoolvoorbeeld van een differentiaalvergelijking is de tweede wet van Newton. Want u weet dat nou als er een kracht werkt, F, dat is in de regel een functie van de tijd. Van de plaats. En dan zet de tweede wet van Newton, dat is gelijk aan waar de massa op dat moment is. En als het tweede afgeleid. Afgeleid zijn rijbolletjes trouwens. Dit is een differentiaalvergelijking. Als u mij vertelt wat de kracht is, kan ik het hier invullen. Dan ziet u een functie staan of een vergelijking waarvan de tweede afgeleide gelijk wordt gesteld aan iets. En dan is het op zoek naar die functie x waarvoor dit waar is. En hopelijk is dat dan hoe de natuur zich gedraagt. Die puntjes, is dit van Leibniz? Die heeft dat geïntroduceerd hier, die puntjes. Maar ik geloof dat Newton zelf ook al gebruikt. Fluxions noemde hij dat. Ja. Tijdsafgeleiders. Ja, dat is precies de D'tjes, ja. Dank. De afgeleiders inderdaad. Z
staat gewoon dit, hè. Dat is hem inderdaad. Maar voor het snelle schrijven ben ik, doe ik die puntjes. Het is natuurlijk gebruikelijk om een tijdsafgeleide nog wat met een bolletje aan te geven. Omdat de Newtonische principe ja dat dan ook al weet. Door een kleine verandering in de tijd, wat doe je dan met de functie? Dat is wat daar staat. Dus het is puur uit notationele gemakzucht dat ik die puntjes erop zet. Zie, staat er bijvoorbeeld. Nou, dat is een voorbeeldje van een differentiaal vergelijking. Ja, ik kan nog eentje opschrijven. We zouden deze voorbeeld kunnen doen, hè. De tweede afgeleide naar de tijd, min de tweede afgeleide naar de plaats, is iets. Nul bijvoorbeeld. Dat is de golfvergelijking van optica bijvoorbeeld. Als er een plus staat. Nee, moet ze onderling moet ze een minteken hebben. Dat is de tweede wet van Newton. Golfvergelijking. Ja, ze zijn een hele reeks van die dingen natuurlijk. Hoe kunnen we het een stapje ingewikkelder maken? We zouden bijvoorbeeld eens kunnen kijken naar de wetten van Maxwell bijvoorbeeld. Hè? Die zijn allemaal een stuk ingewikkelder. Het gaat natuurlijk niet zozeer om wat er in de fysiek staat, maar er is één van die wetten van Maxwell die iets zegt over elektrische velden en magnetische velden. En die zegt dat een ingewikkeld ding is dat ook een afgeleide, maar in drie dimensies, het is een driedimensionale afgeleide naar de plaats, dat elektrisch veld zich gedraagt volgens de ladingsverdeling. Dat is wat hier staat. Nou, het gaat niet zozeer om wat daar precies staat in fysica, we gaan ze verder niet in detail oplossen. Het gaat erom dat natuurkunde beschreven wordt door differentiaal vergelijking. Dat is wat ik hier probeer te zeggen. Deze is tot nu toe allemaal lineair, want hier staat een afgeleide en die komt maar tot de eerste macht voor. Hier is een afgeleide, dus het zijn twee afgeleides, maar zelf staan ze maar tot de eerste macht. En hier staat ook een afgeleide, een ingewikkelder, een dimensionale afgeleide naar de plaats. En deze komt ook maar tot de eerste macht voor, dus allemaal lineair, lineaire differentiaal vergelijking. Ja, nog een beetje doe dan. Quantummechanica. Hamiltoniaan. Energieoperator. Werkend op de golffunctie. Dus gelijk aan dit ding. Ook hier geldt, als u de fysica niet herkent, dus niet, dat is niet zozeer mijn punt hier. Het gaat erom dat in de kwantummechanica deeltjes worden beschreven door een golfachtig object. Dat heet deze psi, de golffunctie. En die wordt door deze differentiaal vergelijking beschreven. Zo gaan we de Schrödinger vergelijking. En ook hier staat, nou ja, weer een afgeleide. Deze had ik dus ook met een psi-puntje kunnen opschrijven. Dus dat is een deeltje. Sorry? Een beetje flauw om meer tekenen. Dat is een kwestie van smaak. Als de impulsoperator en de tijdoperator onderling een minteken met elkaar schelen, is het verder. Maar mag dat? Oké, maar het is niet gebruikelijk uit het zo voor. Nee, daar ben ik met u eens. Maar, het is, maar ik hoop het met me eens, het is kwestie van smaak. Hè? Want als u hem oplost, dan vindt u 1 tot de macht plus i en 1 tot de macht min i. Met e als ja, ook spiegeling met complexe vlakjes goed. Ja, dat klopt. Dus het is in principe toegestaan. Dus je mag hier ook een plus van maken. Moet u de impulsapparaat met een extra minteken definiëren. Tot nu toe nog steeds al lineair. Nou ja, goed. Nog een stapje verder zouden we de Dirac-vergelijking zouden kunnen opschrijven. Dan gaat hier, de Dirac-vergelijking. Ook hier geldt weer, fysica is niet het belangrijkste, maar als u deeltjes beschrijft die met hoge snelheid en spin 2 zijn, dat doet u weer aan deze vergelijking. Hier staat op een ingewikkelde manier weer een serie afgeleiders, een som van afgeleiders, allemaal eerste afgeleiders en tot de eerste macht. Tot nu toe allemaal lineair. Maar goed, de natuur heeft ook verrassingen in petto. Er staat ook niet lineaire differentiaal vergelijking. Ja, de plek waar we ze tegenkomen is in de relativiteitstheorie. Die is inherent niet lineair. Bijvoorbeeld, als u een gekromde ruimte heeft. Nee, ik ga één stapje eerder doen. We blijven geen speciale relativiteitstheorie. U zou dan deze wet willen gebruiken, de tweede wet van Newton. Ja, ik heb het wel eens afgeleid met een deel van dit publiek. Dan ziet die vergelijking er opeens heel anders uit. En als u toestaat dat we dus met een hele hoge snelheid kunnen bewegen. En u wilt weten wat een kracht doet op de versnelling van dat deel. Dus u moet niet meer deze gebruiken, u moet eerst een aangepaste versie nodig. Die ziet er als volgt uit. Er komt een gamma tot de derde bij. En gamma is de Lorentz factor.
Wat is dat ding? Die staat tot de derde. Dan staat hier die V. Maar V is de eerste afgeleide. Nou, hier ziet het niet lineair al terugkomen. Hè? Want lineair betekent dat de afgeleiders alleen maar tot de eerste macht mogen terugkomen. Dat staat hier zeker niet, want dat staat hier in het kwadraat. Met een 1, nou die 1 gedeeld door is het probleem niet. En nog eens een wortel eroverheen. Dus deze, in de speciaal relativistische tweede uit van Newton, ziet er wel dat de boel niet lineair meer is. Dan wordt het leven nog ingewikkelder. Wanneer de algemene relativiteitstheorie gaan bekijken. Twee voorbeelden komen direct bij me op. Namelijk, als u een gekromde ruimte heeft en u wil weten hoe massa's dan bewegen in die gekromde ruimte. Nou, dan krijgt u een vergelijking voor de beweging van de dingen tweede afgeleide naar de tijd. Dat is dan de eigen tijd voor de mensen die het weten. Dit is lineair. Het is een tweede afgeleide, maar is hetzelfde tot de eerste macht. En daarna komt er een ingewikkeld ding. En dat is... Dat is deze. Dit ding zegt iets over hoe erg de ruimte gekromd is waar het deeltje probeert te bewegen. Ook hier geldt, de fysica is niet zozeer het belangrijke. Het gaat om een wiskundig aspect. Dat u hier al ziet, dat het ding wat we willen hebben, die x, die staat hier netjes als een lineair ding. De tweede afgeleide tot de eerste macht. En hier staat hij vervolgens zijn eerste afgeleiders, maar dan wel in een product. Dus hier is het niet lineaire gedeelte. Dus hier zit een niet-lineaire differentiaal vergelijking. Nou, als ik een hele reeks van die dingen opschrijven, dan ziet u dus al dat de natuur dus heel duidelijk een keuze maakt. Af en toe is een stukje natuur wordt beschreven door een lineaire differentiaal vergelijking, af en toe door een niet-lineaire differentiaal vergelijking. En wat stelt dat nu precies voor? Welke? Die tweede. Deze. Ja, nogmaals, het is niet zozeer het belang van mijn boodschap, maar het mag natuurlijk weten. Als u een gekromde ruimte heeft, dan, en ik wil beschrijven hoe het deeltje erop beweegt, dan heeft u eigenlijk twee dingen rekening te houden. Ten eerste hoe het deeltje daadwerkelijk aan het bewegen is. Maar als die assen van het assenstelsel waar het deeltje in beweging is ook een beetje meedraaien, moet je daar rekening mee houden in het berekenen van zijn beweging. Wat dit hier zegt, is hoe de assen, ja precies, hoe die assen zelf aan het krommen zijn. En dat ervaart dat deeltje eigenlijk effectief als een kracht. En dat kunt u ook wel een beetje zien trouwens, als u die tweede les van Newton heeft, in die tweede afgeleide naar de tijd. Dat kunt u hier ook lezen. En dan staat er aan de andere kant staat er een kracht, nou dat mag ik niet op voor lezen. Dus hier staat iets van een kracht. En dit is de correspondentie die mensen in de relativiteitstheorie maken tussen gekromde ruimte, die u dit oplevert, en het ervaren van een kracht. Dat is dat aspect. Ja, dat klopt ja, want gekromde ruimte is in de algemene relativiteitstheorie. Die uitte zich in een ding wat wij de metrische tensor noemen. En de metrische tensor die definieert vervolgens dit ding, wat het Christoffelsymbool heet. Nou ja, u kunt al een beetje, ik krijg een beetje haar, ik vind het wel belangrijk in ieder geval. Het is dit, hè. Normaal gesproken zul je weten hoe een deeltje beweegt in de tijd. Zo, je krijgt dit. Maar als ondertussen die as ook aan het bijdraaien is naar beneden toe, dan moet u daar rekening mee houden. En hoe deze loopt, dat is dat stuk. En hoe gecorrigeerd wordt voor dat, dat is dat stuk. Dat is het idee erachter. Het is wel heel handwaving wat ik nu zeg. In werkelijkheid moeten we natuurlijk gewoon de metriek uitschrijven. De boodschap is lineaire differentiaal vergelijkingen. Niet lineaire differentiaal vergelijkingen. Ja, en er zijn nog een reden om dat de natuur dingen niet lineair maakt. Hier is het inherent. Dit ding. Deze tweede wet van Newton in de speciale relativiteitstheorie. Ja, die is niet lineair, omdat hij echt van zichzelf al met een niet-lineair stuk komt. Dat is die gamma tot de derde die hier staat. En die gamma tot de derde, dat gaf u die eerste afgeleide kwadraat via een wortel allemaal ingewikkeld. Niet-lineaire stuk komt heel duidelijk hier vandaan. Zit gewoon in de formule ingebouwd. Dan heeft deze niet de normale tweede wet van Newton in de niet-relativistische wereld. Die is gewoon hartstikke lineair. Dan nog kan deze niet-lineair zijn. Namelijk als u hier iets voor invult, waar x of zijn afgeleide zelf in hogere machten staat. Dus je ziet, er zijn twee manieren waarop de natuur dingen niet lineair kan maken. Dan wel omdat wij iets invullen wat niet lineair is, zoals in dit geval. Of omdat dat ding echt van zichzelf al niet lineariteit is ingebouwd, zoals deze voorbeeld. Nou, u ziet dus, die dingen komen voor in de natuur.
Nou, dan moet een groot onderscheid gemaakt tussen die twee. Want, ja, niet meer de differentiaalvergelijkingen. Ja, die hebben een heel vervelend aspect. Ja, meerdere. Maar ik gooi hem maar meteen in. Er is geen standaardmethode om de oplossing te vinden. Dat is ontzettend vervelend. Dat betekent niet dat er geen oplossingen zijn. Dat betekent alleen dat er niet een truc is. Als je die altijd doet, kom je altijd tot het goede antwoord. Dat is zo vervelend. Dat elke keer als we dus niet lineaire differentiaalvergelijking in onze formules tegenkomen, dan slaan we ons op ons hoofd en dan gaan we eens even diep zuchten. Want we weten dat we eerst volgende paar weken bezig zijn met hopen dat we weten hoe we deze gaan oplossen. Lineair is het probleem niet. Daar hebben we technieken voor die altijd werken. Sterker nog, een deel van waar ik het graag over ga hebben is hoe dat dan werkt. De manier hoe je dat soort dingen kan vinden. Dus nog een voordeel van lineaire versus niet-lineaire differentiaalvergelijking. Ik ga ze even opschrijven. De grote tussen van lineaire differentiaalvergelijking. Ten eerste, we hebben techniek om altijd een oplossing te vinden. Die technieken bestaan. Ze kunnen moeilijk zijn in de praktijk. Dat als je die techniek dan probeert, dat in de praktijk de uitvoering nog wel eens lastig kan zijn. Maar de techniek werkt altijd. Ik heb het over dingen als Green's functies of Fourier-analyse of dat soort dingen. Dat is nog een voordeel. We weten altijd hoeveel oplossingen er zijn. Het aantal, ik heb het mooie woord gebruiken, lineair onafhankelijke oplossingen. Dat betekent oplossingen die niet elkaars veelvoud zijn. Het aantal lineair onafhankelijke oplossingen is a priori bekend. Oftewel, we weten gewoon hoeveel eruit kan komen. Dat is fantastisch nieuws. Dat betekent dat als wij differentiaalvergelijking hebben en we weten dat die lineair is en dat die, laten we zeggen, twee oplossingen heeft. We hebben ze alle twee gevonden. We moeten niet verder zoeken. Dan zijn we al klaar. We hebben alles. Nog een voordeel. Lineaire differentiaalvergelijking heeft dan als prettige eigenschap dat je twee oplossingen hebt, of drie of vijf, afhankelijk van hoeveel er zijn, dat een som van die oplossing ook weer een oplossing is. De som van oplossingen is zelf een oplossing. Dat is prettig. We kunnen spelen. We kunnen combinaties vinden. Ja, absoluut. Nou, ik heb er heel veel gepland, dus ze komen allemaal voorbij zo meteen. Ik ga een paar lineaire differentiaal vergelijken oplossen op meerdere manieren. Maar dan zitten al die punten voorbij komen, zo duidelijk. Ze zitten niet in tegenspraak met elkaar. Dus ja, er komt er dan toch nog eentje bij. Ah, maar ze zijn niet lineair onafhankelijk zijn. Onafhankelijk. Ja. Dus dat we de nieuwe oplossing die we maken, de twee bij elkaar op te tellen, dat is gewoon een som van de oplossingen die we al hadden. Dus niet lineair onafhankelijk, het is gewoon een som van hetgene wat we al wisten. Oh, hallo. Meneer Koekoek. Ja, meneer, ja. Spijt me dat ik te laat ben, maar ik ga niet anders. Ja, het is helemaal geen probleem, dus help, zoek een mooie plek. Als dat heb ik ook nog een grote hoeveelheden. De laatste, en dat heeft alles te maken met ons vraag van chaos. Lineaire differentiaalvergelijking heeft nog een prettige eigenschap. Namelijk dat op het moment dat je een oplossing hebt, een gegeven oplossing, en je verandert hem een klein beetje. Dan verandert de eindoplossing, het eindantwoord, verandert ook maar een klein beetje. Kleine verstoring.
van de beginsituatie. Kleine verstoring van de beginsituatie. Geeft ook maar een kleine verstoring in het antwoord. Deze dingen. Hele reeks grote pluspunten van lineaire differentiaal vergelijking. Dus deze, deze zelfs. Een hele reeks antwoorden natuurlijk kunnen weten. A priori, nog voor we gerekend hebben hoeveel oplossingen er zijn. Dat ze niet gevoelig zijn voor verstoringen. Een kleine verstoring geeft maar een kleine verstoring in het antwoord. En hoeveel oplossingen er überhaupt zijn. Bovendien zijn dus technieken om die nou altijd te vinden. Ook al zijn ze in de praktijk lastig misschien, maar de techniek werkt altijd. Dus eigenlijk is de natuur een beetje klaar wat dat betreft. Zolang we ons tot hier beperken. Geef ons zo'n ding, hè? Geef natuurkundigen zo'n ding. En gebruik de techniek en paf, alles volgt. Ja. Kan je een voorbeeld geven van het laatste voorbeeld? Wanneer word je dat gebruikt? Welke? Deze? Ja, van die kleine verstoring. Ik geef je zo meteen een voorbeeld, vindt u dat goed? Okay. Dan kan ik ze allemaal even aanstippen. Maar misschien kan het wel in abstract wel een beetje aanvoelen, want het heeft alles hiermee te maken, hè, met deze. Dat als ik een oplossing heb en ik besluit hem een klein beetje te verstoren, ik voeg een klein beetje van die oplossing extra toe, dan zegt deze, van nou, dan heb ik gewoon weer een oplossing. En die verstoring, die plant zich gewoon lineair voort door die differentiaalvergelijking. Het eindantwoord heeft net zoveel verstoring als het begin waar het verstoord was. Ik ga zo meteen laten zien hoe dat werkt. Dit is even nog steeds voor de overview. Nou, hier ziet u het staan. Dit zijn al de pluspunten ervan. En u voelt het al aankomen natuurlijk. Dat deze en die en al die andere die in de differentiaal vergelijking die je ook kan bedenken. Dat geldt, elk van die punten geldt niet. Dus als u mij een niet-lineaire differentiaal vergelijking geeft. Ik noem er eens eentje deze bijvoorbeeld. Of die. Dan weet je dat ik er nog één aan toe. Dus u weet hoe het heelal evolueert. U weet hoe groot het heelal is, dat is A. Hoe snel het heelal evolueert is A punt, de afgeleide van A. Het gaat volgens deze vergelijking. Die de dichtheid van het heelal invullen, hoeveel energie er in het heelal is. U ziet dat het kwadraat komt automatisch, maakt er niet lineaire differentiaal vergelijking van. De Friedman vergelijking heet deze. Nou, heel vervelend, als u mij één van deze die geeft, dan weet ik A niet hoe ik het moet oplossen. Ja, dat is dat eerste punt. Nou, ik moet anders zeggen. Mijn standaardtechnieken werken niet meer. De oplossing bestaat en ik met een beetje geluk om het achter ook. Maar mijn standaardtechnieken werken niet. Deze. Ik weet niet hoeveel oplossingen er zijn überhaupt. Als ik dan twee oplossingen gevonden heb bij Gods gratie. Dus het optel van die oplossingen is in de regel zelf geen oplossing. Daar word ik alleen ingewikkelder van. En als ik een kleine verstoring aanbreng in mijn beginsituatie, dan kan ik best in dat de eindsituatie verschrikkelijk opblazen. Dus dat is allemaal heel vervelend. Het is echt, daar wordt een niveau van. Ik zou je een voorbeeldje geven met deze Friedman vergelijking. Hier staat is hoeveel energie er in het heelal is. Op een gegeven moment per kubieke meter. En dan staat hier, staat A. Dat mag je lezen als de hoeveelheid afstand tussen twee gegeven punten. De schaalfactor heet dat. Dan staat A punt. Dat betekent waar die afstand verandert. Oftewel, het zegt iets over hoe groot afstanden kleiner en groter worden in de tijd. Het zegt iets over de uitwerking van het heelal. Als ik deze gebruik, deze vergelijking, en bij mijn collegeserie in Leiden besteed ik een college aan het oplossen van deze dingen, dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, stel je voor dat het heelal alleen maar bestaat uit licht. Geen materie, alleen maar licht. Nou, voor licht weet ik ongeveer hoe de dichtheidsfunctie eruit ziet. Dan kunt u deze vergelijking oplossen, dan vindt u dat de schaalfactor, zoals het ding heet, die gaat dan zo. Dat is de wortel van de tijd. Het heelal wordt groter. Maar wel steeds langzamer groter. En als ik het voor normale materie doe, dus niet licht, maar gewoon echt atomen en zo, en ik ga deze vergelijking oplossen, dan ziet deze iets anders uit. Dus mijn oplossing wordt anders, wordt het tegen tot de macht 2/3 komt er dan uit. We moeten even aannemen dat dat zo is. Normaal gesproken, als een lineaire differentiaal vergelijking was, had ik kunnen zeggen, nou, ik heb nou een heelal waar ik en licht en materie heb. En tel maar gewoon op, dan is de totale oplossing gewoon die plus die. Ja, dat mag dus hier niet, want de som van oplossing is bij een niet-lineaire differentiaal vergelijking niet gegarandeerd een oplossing.
Soms wel, hè. Moet het gewoon invullen en kijken hoe het werkt. Nou, hier werkt het niet. Heel vervelend. Dus dat betekent dat als ik een LOA met licht, dan gebruik ik die. Als ik een LOA met materie, gebruik ik die. Als ik een LOA met beide, dan mag ik geen verbeide gebruiken. Dan moet ik terug naar de tekentafel. Helemaal opnieuw gaan bedenken hoe het dan weer doet. Het leven is heel ingewikkeld op die manier. En toch zullen we hiermee aan de gang moeten, want u voelt wel aan als we een chaos van hebben, dan zit u hier natuurlijk. Dan laten we meteen even een paar misverstanden uit de wereld helpen, wat chaos wel en niet is. Chaos. In de volksmond betekent dat gewoon een enorme wanorde en zo. Maar enorme wanorde hebben we een ander woord voor in de natuur, en dat is entropie. En dat is niet wat hier staat. Misverstand over chaos en entropie is dat het een beetje hetzelfde ding zou zijn. Dat is een heel duidelijk verschil. Dus ik ga ze even heel duidelijk definiëren. Chaos betekent dat je een niet-lineaire differentiaalvergelijking hebt. Die heb je opgelost. Dus een oplossing van een niet-lineaire differentiaalvergelijking is zodanig. Dat een kleine verstoring van de beginsituatie een enorme verstoring in de eindsituatie veroorzaakt. Dat zou bij lineaire differentiaal vergelijking nooit kunnen gebeuren. Een kleine verstoring betekent kleine gevolgen. Nou, niet elk systeem van een niet-lineaire differentiaal vergelijking is chaotisch, heeft deze eigenschap. Een van de dingen die we gaan bekijken is wanneer gebeurt het wel en wanneer gebeurt het niet. En dan gaan we een paar van die voorbeelden gaan zien. Dat is nog niet vandaag, want we zullen eerst over het wiskunde heen moeten gaan om daar terecht te komen. Het derde college dat we voor het eerst gaan zien. Wat is de definitie? Ja. Wat is nou groot? Een groot vergeleken met het beginverstoring. Welke orde? Het type dat men neemt is een exponentieel stijgende verstoring. Dat in de regel gaat het goed, niet altijd. Daarom is dit een beetje een definitie die niet helemaal scherp is. Maar typisch wat men doet is dat men zegt, je begint met als je de beginsituatie hebt en dan geef je een klein beetje verstoring aan, gaat de verstoring dan exponentieel naar de eindsituatie toe. Dat echt heel erg verschilt. Nou, nogmaals, exponentieel gaat niet altijd op die manier. Dus de exacte definitie van chaos, dat verschilt wel eens van auteur naar auteur. Dus ja, u zei gelijk, wat is dan groot? Door is twee keer meer, is dat dan allemaal groot? Dat is een goede vraag. Dus wat dat betreft is de definitie niet heel scherp. Typisch nogmaals, exponentiële functies, dan is de coëfficiënt, hoe we zeggen, de exponent van het ding, dat is dan een maat voor chaos. In deze, dat heet de Lyapunov parameter. Dat zegt iets hoe groot is dat systeem, hoe erg hij exponentieel wegschiet van zijn beginsituatie. Nou, een van de dingen die we gaan zien is hoe je die dingen berekent. Nou, om deze te contrasteren met entropie, wil ik één woordje bijzetten. Dit betekent niet dat het systeem niet voorspelbaar is. Ik bedoel, zolang wij een differentiaal vergelijking hebben, een differentiaal vergelijking vertelt je per definitie wat als je dit nu weet, hoe gaat het dan even later verder. Dat is wat een differentiaal vergelijking voor je doet. Het enige wat hier gebeurt is dat je de beginsituatie wel heel precies moet weten, om heel precies te weten hoe het afloopt. Maar de wiskunde staat in principe toe om het goed uit te rekenen. Dus een groot systeem is wel degelijk, om het mooi te zeggen, deterministisch. Het is in principe mogelijk om het uit te rekenen. Deterministisch. Dan moet ik even zeggen, in principe mogelijk betekent zoals wiskundigen het in principe mogelijk vinden. Ja. Geldt dat ook voor kwantummechanische systemen die dus echt op deeltjes gebaseerd zijn? Maar hier gaan we al een beetje praten over wat bedoelen precies met deterministisch. Dat is wel een belangrijk punt. Ik wil het contrasteren met entropie, maar laten we ook even contrasteren met kwantummechanica. Laat ik ze beide even pakken. Ik pak eerst even entropie. Ja. Kijk, entropie is op een bepaalde manier is ook deterministische. Entropie is een, zoals wij het noemen, een maat voor wanorde, dat je weet wat er in de eindsituatie uit gaat komen. Maar het is wel een statistische wet.
Het komt eruit omdat het heel erg onwaarschijnlijk is dat er een anders uitkomt. Dus in zoverre kun je entropie als een deterministisch ding zien. Entropie is een maat voor hoe erg de situatie naar een bepaalde eindsituatie toekruipt. Maar op statistische gronden. Kwantummechanica. Ja, dat is altijd wel lastiger, want hier staat hij, die Schrödinger-vergelijking. En als je dat ding hebt, die psi, die opgelost hebt, en je wil weten wat de natuur dan doet, dan moet je nog een operator, moet je iets doen met die psi. In normale kwantummechanica, als je wil weten waar een deeltje is, dan doe je de modulo kwadraat van het ding en dan geef je een maat voor hoe groot de kans dat het deeltje op die plek zit, op een bepaalde interval d is. Maar dat is alleen maar een kansverdeling. Dus kwantummechanica geef je via deze formule een kansverdeling terug. Dus in zoverre is het niet deterministisch. Je weet niet zeker of het deeltje zich daar gaat bevinden of niet. Maar op niveau van de differentiaalvergelijking is die prachtig deterministisch. Je kan precies uitrekenen hoe de kansverdeling zelf aan het lopen is. Wat de natuur doet, is de vervolgstap ervan, is dan weer heeft een bepaalde onzekerheid ingebouwd. Maar niet omdat de wiskunde een onzekerheid in zich heeft. Dus dat is een subtiel maar belangrijk verschil. Nou, een groot systeem is dus gewoon deterministisch. Dus je kan in principe uitrekenen, gegeven de oneindige nauwkeurigheid van je beginsituatie, kun je met oneindige nauwkeurigheid de eindsituatie uitrekenen. De reden dat in de praktijk niet lukt, zit precies in dat sleutelwoordje in de praktijk. Want in de praktijk weet je die dingen met oneindige nauwkeurigheid. En als je weet dat een kleine verstoring misschien wel exponentieel wegschiet, weet je dus als je ook maar een klein meetfoutje als begingetalletje in je formule hebt gestopt, dan kun je de formule nog zo goed weten, een beetje differentiaal vergelijken, dan nog weet je niet wat eruit gaat komen. Het standaard voorbeeld daarvan is het weer. We weten, met modellen hebben wij goede differentiaal vergelijking als we wat het weer doet. Ik ken ze niet, ik ben geen klimatoloog en het schijnt heel ingewikkeld te zijn. Maar er zijn modellen van, als het zo hard waait en het is zo warm en zo druk op die plek, dan gaat het morgen regenen, dat idee. Maar dan moet je dus wel heel precies weten hoeveel druk er op welke plek was. En hoeveel wind er gisteren op die plek waaide. Nou, als je dat niet precies weet, je hebt dus een kleine verstoring in je beginsituatie niet helemaal zeker weet, dan heb je dus een grote verstoring in je voorspelling. Ja, dat is het idee dat het weer dus maar een paar dagen of een week of zo van tevoren voorspeld kan worden. Het zit dus niet in dat de wiskunde tekort schiet, of dat onze technieken tekort schieten. Het zit erin dat de wiskunde helaas zodanig is dat ook maar de kleinste fout in de beginsituatie een grote verstoring in de eindsituatie brengt. Ik denk dat het woord fout niet helemaal goed is hoor. Onzekerheid denk ik. Misschien is onzekerheid een beter. Fout betekent dat iets fout is. Nee. Ik denk dat we in essentie hetzelfde bedoelen. Het is niet fout van dat het niet goed gemeten is. Het betekent gewoon, je kan maar tot zoveel nauwkeurigheid meten. Ik ben 1,83, maar op de micrometer weten we niet. Dat ik 1,83 zeg, is niet fout. Het is binnen mijn meetnauwkeurigheid is dat correct. Dus in zoverre is het woord onzekerheid is iets beter. Het woord onzekerheid helaas komt ook met wat connotatie van die kwantummechanica weer. Ja. Dus te veel type onzekerheid in de natuurkunde. Ja, duidelijk. Nee, maar het is een goed punt. Het is goed om dat even aan te stippen. Oké. Nou, laten we maar gaan doen. Laten we maar een paar voorbeelden gaan behandelen. Mijn plan is om even voor een paar lineaire differentiaal vergelijkingen technieken te laten zien hoe je die kan gebruiken om ze op te lossen. En dan gaan we kijken hoeveel daarvan gebruikt kunnen worden om niet-lineaire differentiaal vergelijkingen op te lossen. Dat gaat in een aantal gevallen goed, in een aantal gevallen niet. En langzaam zeker komen we tot een grotere inzichten. Dat is het idee waar ik naartoe wil. Schreef verder. Voor mensen die dat nu niet hebben, dit staat dus straks allemaal leesbaar op YouTube. Ik heb wel goede ervaring mee met het YouTube. Ik ben even aan het vegen, dus ik kan wel even een anekdote vertellen. Maar ik heb wel goede ervaring met het YouTube. Want dan zet ik dus al die dingen op. Hè. Als ik een moeilijke uitleg heb voor leerlingen bijvoorbeeld, ze moeilijk vinden ze dat ze op YouTube. Maar dan kun je nu even verder met wat ik je nu even gauw vertel. Nou, YouTube haalt ook bij wanneer er gekeken wordt en door wie. Dan zie je de avond voor het proefwerk, maar dan kun je ook precies zien wie er pas de avond voor begonnen was. Voor de student in Leiden is het nog een stapje erger, die hebben geen enkele opkomstverplichting. Dus er is een slag student waarvan denkt van nou, komt op YouTube, blijf lekker thuis zitten. En dan zit je dan over 2 dagen voor de taal en ik heb de cijfers omhoog gaan. Dat is heel grappig. Big Brother is watching you.
Je kan trouwens niet zien wie welke. Ik kan niet het individu zien wie het is. Nee. Maar je ziet wel demografie. Ik zie, oké, vooral mannen tussen 20 en 25 beginnen nu te kijken. En dat is geen grapje, dat is echt waar. Dan houdt het netjes voor je bij. Je hebt de vrouwelijke studenten. Die kijken meestal een week van tevoren. Dus u mag zelf conclusie trekken wat dat betekent. Maar dat is wat YouTube bij mij vertelt. We hebben wel eens van psychologen begrepen dat vrouwen iets beter kunnen plannen, op de lange termijn kunnen plannen. Dus misschien zien we dat er iedereen had. Dus ik begin even met lineaire differentiaal vergelijking. En eigenlijk zijn er drie oplossingsmethoden die ik zou willen presenteren. Elk heeft zijn eigen geldigheid. Soms werkt het wel, soms werkt het niet. Nou, laat ik methode 1, laat ik dat maar even bij gebrek aan beter slim beraden noemen. Hoe meer differentiaal vergelijking, hoe meer afgeleid is je uit je hoofd weet en primitief is je uit je hoofd weet, hoe makkelijker het wordt om te zien wat de oplossing van een differentiaal vergelijking is. Dan nog is het zowel een wetenschap als een kunst. Hè. Het is een kwestie van gevoel, je probeert dus wat en langzaam zeker komt het antwoord. Ik gebruik deze veel zelf. Er komt zelf een voorbeeldje van. Nummer 2. Dat is niet zo'n mooie techniek. Ik hoop niet dat de wiskundigen in de zaal zitten, want deze die wordt verfoeid door wiskundigen. Ik zal maar even het scheiden van de afleiding noemen. Ja, u kent hem, ja? Ik laat zo zien wat ik daarmee bedoel. Het scheiden van de afgeleide. Of het afsplitsen van de afgeleide. Ik geef maar een naam. Nou, dan komt er een derde methode. En die derde methode is zonder meer het krachtigst. Maar die komt wel met zijn eigen nadelen weer. Het geldt voor jou trouwens. Een mooie methode is de methode van Frobenius. Hier houdt het niet op, hè, trouwens. Er zijn nog veel meer manieren. Je kan Fourier en Lieskeur loslaten, bijvoorbeeld. Voor de mensen die het weten, er bestaat ook de Sturm-Liouville-theorie, wat zegt dat je een gegeven functie had kunnen schrijven als een serie van loodrecht op elkaar staande functies. Daarmee kun je spelen afhankelijk van wat het beste uitkomt. Ja, die geven oplossingen. Die Frobenius-methode geeft je onder een hele milde voorwaarde altijd de oplossing. Dat is wat ik zei toen ik daar straks schreef, dat lineaire differentiaal vergelijkingen als prettige eigenschap hebben, dat je altijd een oplossing kan vinden. Het is niet altijd in een mooie vorm, het is niet altijd de vorm die je het liefst wil, maar hij komt met een oplossing. Dat was mijn uitspraak voor straks. Nog een aantal puntjes door. Mijn plan is nu, ik pak een differentiaal vergelijking, een lineaire, en die gaan we inderdaad op drie manieren oplossen. Dus die zal alle drie voorbij komen. Dat is een beetje een overkill, want Nijke heeft het ook wel gezien wat de oplossing is, maar het gaat natuurlijk om de techniek. Hè? De differentiaal vergelijking waar ik het over wil gaan hebben. Nou, we maken meteen een fysisch voorbeeld van. We gaan een massaatje onder zwaartekracht in een viscose stof naar beneden laten vallen. We gaan alle drie de methode even toepassen. Deze, daar gaan we heel snel doorheen komen zometeen. Het is die Frobenius die ik echt even tijd aan ga besteden, want daar gaan we heel veel van leren. Niet alleen van dit voorbeeld, daar gaan we heel veel belangrijke conclusies uittrekken die we later in de collectie en vandaag nodig gaan hebben. Dus als je denkt, de eerste twee, dat geloof ik wel, is prima. Het is die derde Frobenius waar ze echt de massa van de uitleg in gaat zitten. Nou, een voorbeeldje wat we zouden kunnen doen, is dat je een massa onder zwaartekracht door een of andere strookje naar beneden laat vallen. Nou, dit is gewoon een Newtoniaans probleem, hè. Dus we kunnen gewoon de tweede wet van Newton toepassen. Het is een beweging van een massa, daar kunnen we Newton op gebruiken, zolang niet relativistisch snel naar beneden valt. Dus we kunnen gewoon opschrijven, F is M keer A, en A is tweede afgeleide van de plaats. We kunnen dit voor gebruiken.
Het enige wat we nodig hebben is even kijken welke krachten er op dat ding, op dat massaatje werken. En een kracht die erop werkt is uiteraard de zwaartekracht. MPG. Maar die strook, dat spul waar het deeltje in naar beneden aan het vallen is, die duwt hem een beetje terug, dat geeft wrijving. En afhankelijk van het type materiaal dat het is, kan de wrijving, het is altijd snelheidsafhankelijk. Maar met welke macht van de snelheid het gaat, hangt van het sommetje af. Hangt van de situatie af. En je hebt Archimedes natuurlijk nog. Dat is een Archimedes? Nou, dat ding zit in een vloeistof. Dat klopt. Dus hij weegt geen hem. Oké, dat is waar. Maakt mij verhaal overigens niet zo vaart. Oké. Maar nee, maar dat klopt. De opwaartse kracht, hè, dat zit erbij. Ja, dat is waar. Nee, dat is correct. Dus deze M is niet die M, dat is eigenlijk wat er staat, maar dat is waar. Nou, dat maakt mijn verhaal niet uit, want ik ga alles reduceren tot een paar constanten zometeen. Dan kunnen we gewoon mee verder rekenen. Dus ook de kracht omhoog. En nogmaals, het hangt van het type materiaal af. Ik had een paar leerlingen 2 jaar geleden, die waren precies aan het uitzoeken voor maïzena en ketchup en zo. Heel ontzettend leuk. Er zijn stofjes waarbij het terugduwen snelheidsafhankelijk is en met de eerste macht van de snelheid gaat. Dat is een evenredigheidsteken. Nou, laten we het even concreet maken. Dan noemen we een constante k keer v. En v is natuurlijk de eerste afgeleide in de plaats. Nou, je dit sommetje over. Als we even naar beneden als plusrichting kiezen en omhoog als minrichting, dan kunnen we hier zo de totale kracht opschrijven die op die massa werkt. De zwaartekracht omlaag. Zo. En die viscositeit, dat terugduwen omhoog. Dan hebben we deze differentiaalvergelijking. Oh, ik kan hier wat eens x-punt maken. X-punt. Kijk, daar staat hij. Het is hartstikke lineair. Want het enige wat erin voorkomt, zijn eerste machten van de afgeleiders. En het lijkt een tweeorde differentiaal vergelijking te zijn, hè? Want er staat een dubbele afgeleider staat erin. Maar het zijn de eerste orde afgeleiden. Kijk eens. Nou, hier staat x punt. Dat is natuurlijk gewoon de snelheid. Hier staat x punt punt. Dat is de afgeleider van de snelheid. Dus om het leven iets eenvoudiger te maken, hadden we hier twee punten van kunnen maken. Dan krijgt hij nog iets vriendelijker vorm. Dan staat de V-punt is, ja, hier komt dit verhaal eigenlijk met die Archimedes. Toen ik Archimedes niet meenam inderdaad, had ik die emmetjes hier tegen elkaar weggestreken. Nu niet. Maakt ze mijn verhaal niet uit. Ja, u ziet, normaal gesproken zouden emmetjes tegen elkaar wegvallen. Maar Archimedes zegt dat de ene massa is niet meer de andere massa, dus ze vallen niet tegen elkaar weg. Nou, weet je wat? Dat verschil in emmetjes, dat absorbeer ik in de G. Het gaat om dat ik constant. Nee, ja, zo is het even. Mijn boodschap is de wiskunde erachter. En dan maakt het niet uit of die constante 9,81 is of 9,81 plus en min een beetje. Dus ik blijf nog gewoon G noemen. Geen accentje, maar qua fysica voorkomen terecht. Het is niet 9,81. Oh, wat een lepper over. Dus geef het niet altijd. Ik ben geweldig, ja. Oké, dat staat er hier. K gedeeld door M keer V. Dan staat daar een differentiaalvergelijking. Lineair. En onze hele trucendoos die we nu gaan gebruiken, die gaan we oplossen op die manier. Trouwens, we kunnen op fysische gronden al weten wat er gaat gebeuren trouwens. Ja, neemt af, hè. Hij zal de snelheid uiteraard afnemen. Want nee, de snelheid wordt constant. Zo constant, ja. Precies. Kijk, ja, dat staat er letterlijk. Hier staat de afgeleide, die begint steeds kleiner te worden. Fysisch zien we gewoon de eerste wet van Newton terug. Dat naarmate hij door de zwaartekracht naar beneden versneld wordt, gaat hij harder van. Maar wanneer hij harder gaat, dus de V toeneemt, begint deze term weer steeds groter te worden. Net zolang tot die twee termen precies dezelfde waarde hebben, dan staat de V-punt is 0. Dus hij gaat asymptotisch, gaat hij naar een constante snelheid. Dat heet dan terminal velocity, heet dat. Hè? Dus dat hij met constante snelheid verder gaat. Dus we kunnen op pure fysische gronden kunnen we al zien van wat er gaat gebeuren. Maar laten we even kijken of we er ook wiskundigheid gaan krijgen. Alle drie de methodes gaan we doen. Methode 1, slimme raad. Nou, we hadden al gezien dat een lineaire differentiaalvergelijking heeft als prettige eigenschap dat een som van twee oplossingen ook een oplossing is.
kun je zo vertalen. V punt, die vergelijking, kun je een keertje oplossen met het constante stuk en zonder het constante stuk. Twee oplossingen, optellen, totaal oplossing. Wat ik eerst ga doen, ik ga hem eerst even oplossen zonder die g erbij. Negeer de g, dan staat er deze. Dan gaan we slimmer aan. Ja, dat is exponentieel. Er bestaat letterlijk, er bestaat een functie v en als je afgeleide neemt, dan wordt hij zichzelf op constante na. Dus ja, slimme raden, het is een beetje een overkill wat ik nou opschrijf. Maar slimme raden zou het een dit van maken. Een constante, a, ik weet niet of het is. Hier deze. Met een of ander getalletje lambda, weet ik ook niet wat het is. U ziet natuurlijk al meteen wat het is, maar het gaat even om de methode. En invullen maar, hè. Want de eerste afleiding van dat ding, deze, is lambda a e tot macht lambda t. Dus dit is mijn gok, mijn slimme gok, hopelijk slim. Invullen differentiaal vergelijking staat er lambda keer a e tot macht lambda t is gelijk aan min k m e tot macht lambda t. Krijgt u dat? Oh, en een haakje. Dan ziet u ook meteen dat die aardjes die vallen natuurlijk gewoon tegen elkaar weg. Dat moet niet verbazend zijn, want ik bedoel, riep er straks al dat een som van oplossing ook weer een oplossing is. Dus ik had ook mijn ene oplossing, had ik ook 8 keer kunnen invullen, dan had het nog steeds een oplossing geweest. Dat is hetzelfde als zeggen dat die A blijkbaar niet toe doet. Dat zie je ook terug, hij valt er netjes uit. Nou, de E tot de machtjes die vallen ook tegen elkaar weg. Kniezer zou nu nog kunnen zeggen, ja, maar je mag alleen maar wegdelen als die niet nul is. Maar daar heeft hij bij e tot de macht iets geen last van, hè? Dus wat hier overhoudt is dat lambda blijkbaar gelijk moet zijn aan k gedeeld door m. Daar staat hij. Dus onze sluwe gok, ja, die levert alleen dat op als wij lambda deze waarde geven. Nou, dan zijn we klaar. Want vt is dan dus blijkbaar een constante e tot de macht min k m gedeeld door t. Dat is de oplossing. Als slim gok. Ja, wanneer heb je de g al? Ja, dat klopt. Maar ik had de g nog niet meegenomen, maar er komt weer. Die differentiaal vergelijking is een prettig eigenschap. Dat als we deze hebben, en we hebben er ook eentje voor de g, dan is de som van die twee is ook goed. Oké, nou dan, om dat mooi te zeggen, dit heet de homogene oplossing. Homogeen betekent alles waar v zelf niet in stond, heb je genegeerd. Nu de particuliere oplossing. Particulier betekent, nou, we gaan hem wel meenemen. Ja, ik vind het wel. Dus we gaan nog in de differentiaalvergelijking opschrijven. We gaan nou kijken of we hem kunnen bedenken. Dus dat is ook echt particulier gezegd, want zo heet dat ding, hè? De oplossing waarbij je de g wel meeneemt. De particuliere oplossing. En als we die particuliere oplossing hebben, dan is de som van die particuliere plus de g is de totale oplossing. Ook hier gaan we gewoon slim gokken. Ik zou er constante van maken, van die particulieren. Ja. Want als jullie een constante van maken, ik wil niet wel constante, maar ik maak er constante van, dan is deze nul. Ja. Dus bij gokkracht komt weer het slimme raden. Particulier nemen een constante worden. Kijk eens hoe het raad, het ontsluit het. Ja, gewoon denk. Sorry. Zodat deze kant 0 is, andere kant dan g min k gedeeld m keer die onbekende constante. Die is eigenlijk onbekend meer natuurlijk. Dat betekent dat we de v particulier is dan dus m g gedeeld k. Dat heeft ook een particuliere oplossing. Nou komt het lineaire gedeelte van de differentiaal vergelijking, een som van twee oplossingen is ook een oplossing. Dus je mag niet zeggen optellen. Dus de totale oplossing is dus a tot de macht e min k gedeeld door m t plus m g gedeeld door k. En daar staat hij.
nu die constante A nog. Die moet nog een waarde krijgen. Ja, dat is een kwestie van wat willen dat het ding doet. We hadden gezien dat hij elke waarde mag hebben. Hij viel eruit, hè? Ja, dus hij mag blijkbaar dat elke waarde hebben als het 0 is. Dus ja, dan is het gewoon een kwestie van ja, blijkbaar mag elke. Wat willen dat hij doet? Nou, als we aannemen, hoeft niet, maar stel je voor, we nemen aan dat dat massaatje in die stroop begon met vallen met size 0. Dus op deze 0 was een size 0. Ja. Nou, als je die voorwaarde stelt, dat heet een randvoorwaarde of een boundary condition in het Engels, dan kun je de constante kunnen bepalen. Je mag ook zeggen, hij begon met een snelheid van 800 km per uur. Dat kan. Dan moet je een ander sommetje doen. Maar gegeven zijn randvoorwaarde kun je de waarde van A bepalen. Voor mijn sommetje vind ik het natuurlijk om even te zeggen dat hij vanuit stilstand begon. Dat heeft hij neergelegd en toen losgelaten. Ja, dan kunnen we meteen even kijken. Want wat we willen is dat als je op tijd zet 0, dat er dan ook 0 uitkomt. Dat de snelheid dan ook 0 was, dat hij vanuit rust begon. Kijken wat er gebeurt. V, T is 0. Staat de E tot de macht 0, dat is 1. Staat de A plus M, G, groot op K. Dan moet 0 uitkomen, dat is onze randvoorwaarde, dat hij met snelheid 0 begon. En dan zit hij meteen, als hij vanuit stilstand moet beginnen, als onze oplossing dat moet beschrijven, dan moet aangekozen worden als min MG, groot op K. Dan heeft hij hem daar staan. De oplossing is in 3 stappen. 1 stap was de homogene oplossing, slim raden. 1 stap was de particuliere oplossing, slim raden. En de 3e stap was de constante waarde toekennen omdat we fysica eisen hebben gesteld. We kunnen ook meteen even kijken of het voldoet aan onze voorspelling, onze natuurkundige voorspelling van tevoren, dat hij naar een constante snelheid toetrekt. Is natuurlijk ja. Want die E-macht wordt steeds kleiner. We zijn begonnen met de size 0, dat hadden we hier net getekend. Dan hebben we dit stuk, MG gedeeld door K. Maar die bijdrage begint steeds kleiner te worden. Dus we kruipt. Naar deze eindsnelheid toe. Asymptotisch. Dus dat is die terminal velocity. Nou, dat klopt natuurlijk precies met wat wij voorspelden dat hij zou gaan doen. Dat het precies die waarde was, dat zien we nu. Maar dat hij dit gedrag vertoont, dat kun je dus hier op de borst zien. Ja, je kan het hier als zien staan. Als je V-dokster 0 maakt. Uiteraard, ja, zeker. We hadden het hier ook al kunnen voorspellen. Dat als wij, hele mooi natuurlijk, we hadden ook van tevoren ook kunnen zeggen van nou, ik weet één ding van de eindsnelheid. Ja, dat die constant is. Ja, precies. Dus dan kun je wel dit opschrijven. En dan zie je meteen staan dat V blijkbaar die waarde moet zijn en G gedeeld elkaar. Dus we hadden ook meteen hier al kunnen zien. Sterker nog. Precies dit trucje is dat we zo meteen gaan gebruiken om niet-lineaire differentiaal vergelijking te voorspellen wat die gaan doen. Zelfs als ze niet de oplossing kunnen vinden. Ik heb nou de moeilijke methode gedaan. Ik heb eerst de hele ding opgelost. En toen ik hem had, toen naar huis gekeken wat hij deed, verderop in de tijd. Terwijl je meteen hier al had kunnen zien, precies zoals u zegt, wat hij verderop in de tijd gaat doen. En er zijn natuurkunde sommetjes waarbij je helemaal niet wil weten dat hij onderweg dit pad gevolgd heeft. Wil je weten waar hij eindigt. Dit is het voordeel zo meteen. Als wij niet-lineaire differentiaal vergelijking gaan doen, dus deze stap, die werkt niet meer, maar deze stap, dat je het hier meteen aan de differentiaalvergelijking kan zien wat die in de toekomst gaat doen, die werkt wel. Het is meer van de helft, eigenlijk heeft hij het gas van mijn voeten weggewaaid, dat is helemaal niet erg. Ja, je hebt het gas van mijn voeten weggewaaid. Oh, nou ja, sorry. Nee, dat is niet erg. Ik wil wel een dieper gaan stappen. Nee, dat is prima. Dan, dit is het hoor. En een 25. Ja, ik heb nog wel een methode om te laten zien. Scheiden van afvrijden. Ja. We weten de oplossing al, dus dat is de fysica niet natuurlijk. Dat is niet waar we het over hebben. Onthoud alsjeblieft even dat dit eruit gaat komen. Dan gaan we methode 2 gaan we ook even proberen. Toen ik net zei scheiden van afgeleid, hoorde ik al mensen kreunen en zuchten, want ze voelen al aankomen natuurlijk. Wat ik nou ga doen is wiskundig. Ja, doodzonde natuurlijk, hè? Dat mag helemaal niet. Daarom zeg ik het ook met enige gevoel voor drama bij. Zodat het niet gegarandeerd is dat het goed gaat.
Dus deze methode, als u die wilt gebruiken, gebruik hem gerust. Maar moet u nou even checken of die ook echt klopt, of die gewerkt heeft. Dat is niet zo moeilijk. Hè? Het vinden van een oplossing is lastig. Het vinden van een kandidaat van een oplossing is lastig. Want te kijken of een oplossing is eenvoudig. Hè? Dat moet u gewoon weer invullen en kijken of het werkt. Methode 2. We gaan weer even op zoek naar die homogene oplossing, waarbij we geen negeren. Staat hier, v punt is min k gegeven 1. V, we gaan homogeen gaan we nu oplossen. Ik wil een haakje onder zetten van homogeen. Even duidelijk te doen. Nou, dan gaan we. V punt betekent dv dt. Hele generaties wiskundigen gaan ze omdraaien in hun graf. Want hier staat een limiet van twee heel kleine dingen. Maar ik ga doen alsof het een breuk is. Ik weet dat ik dit als student leer en ik dacht dat gaat zomaar niet. En daar hadden de professoren natuurlijk voorkomen begrip voor. Die zeiden van ja, maar wij zijn natuurkundigen. Je gaat eerst eens kijken of het werkt en ga daarna eens kijken of het mag. Dat is echt een truc die ik toch altijd zelf gebruik, inderdaad. Want staat hier die VH die bezoek, die staat hier ook. En we gaan alles wat er waar VH in staat, gaan we de linkerkant gaan beschrijven. Dus dan staat er min m gedeeld door k equals VH. Zo, dan staat er dat. Dat klopt, hè? Ja, dat stapje klopt misschien niet, maar vanaf dat klopt het nu wel, volgens mij. Oké. Ja, nu staat het dvh. Hoeveel de onbekende functie vh een beetje verandert in de tijd. We weten hoe die gaat, in totaal. Dus we maken van kleine dh'tjes, vh'tjes maken we een echte vh, dat is integreren. Dus zeg van, nou, weet je wat? Integreren gewoon even links en rechts. Gaan we gewoon dat even doen. Dit is constante, die valt buiten te gaan. Zo. Nou, de primitieve van dat ding, van dt, hè, van 1 keer dt, is gewoon t zelf natuurlijk. Ja, plus eventueel een constante extra, dus je mag dit ervoor schrijven. T plus, ja, ander ding, het andere ding noemt even t-sterretje. Nu werd er bij een primitieve, mag altijd een constant worden opgeteld. Die heb ik erbij gezet, deze. Ja, deze kant, die primitief van 1 gedeeld door VH. Dat is L1 inderdaad. Vindt u dit? Eventueel met een constante trouwens. Hè? Ik wil ook hier mag een extra constant weer worden opgeteld. Maar ja, die kun je net zo goed daarbij zetten. Dus. Elk van de integralen heeft een extra gratis constant op. Die zijn samen opgesloten in het ene t-sterretje wat daar staat. Nou ja, ik wil niet L1 van VH weten, ik wil VH zelf weten. Dus nou is het gewoon een kwestie van even goochelen om te kijken hoe dat verder gaat. Het is volkomen alleen maar algebra, er zit geen enkele afgeleide, zit er nou weer in. Zo, dan moet je maken. Ik krijg dus een t-sterretje. Deze. Van de LN'tjes komt u af door de E-macht te nemen. Dus dan vindt u E-macht bij de kanten genomen, heeft precies aan de linkerkant LN op. Dan staat de VH. Van die kant moet u ook even de E-macht nemen dan. Dan staat de E tot de macht min K tot de M T. Dan staat die daar. Het is een constante natuurlijk. Het t-sterretje was een constante, dus e tot de macht constante keer t-sterretje is ook een constante. Dus laat ik die suggestie even aannemen. Dat mag uiteraard gewoon. Het is een constante. Ik geef een constante waarde aan. En dan staat e tot de macht min k gm keer t. Dat is natuurlijk wat ook er straks hadden staan. Dus u ziet, ook op deze manier vindt bij de homogene oplossing zonder enig probleem. Voor natuurkundigen is dit geen probleem.
Is dat daarbij lastig? Ja. Zou je toch wel kunnen aangeven welke stap nou wiskundig niet zo mooi is? Deze. Dat. Nou, omdat hier staat een afgeleider. En ik maak er een breuk van. Ik zal even opschrijven. Met een afgeleider, dwdt, wordt per definitie genoemd de limiet van het volgende. Nee. Dat is wat afgeleider betekent. U neemt de functie v, u gaat op een tijdstip kijken. U gaat ook een tijdstipje verderop kijken, t plus een waarde h. En u deelt het door hoeveel die tijdstippen uit elkaar liggen. Maar dan moet u inderdaad wel die tijdstippen oneindig dicht bij elkaar brengen. Maar dat betekent dat ik hier eigenlijk aan het delen ben met 0. En dat vinden we natuurlijk, of wij wiskundigen, niet zo leuk. Dus die definitie die werkt, die limieten kun je gewoon nemen. Je deelt niet de 0, je deelt de oneindig dicht in de buurt van 0. Ja. Maar de vraag of je dan nog steeds daar een breuk van mag maken, dat is een hele saillante. Nou, in de praktijk doen natuurkundigen het wel. En het gaat vaak goed, het gaat ook wel eens niet goed. Dus daarom zeg ik, deze komt met wat gevaar. We hebben een oplossing en moeten we eigenlijk invullen in de differentiaalvergelijking om te kijken of die vuile wiskunde natuurlijk gewerkt heeft. Dat gaan we nu niet doen, want we hadden al gezien via methode 1 dat dit de goede oplossing is. Nu de homogene, de particuliere gaat weer hetzelfde als net. Hè? Nou, voordat ik verder ga, want die derde, dat is hetgene waar echt het vlees van vandaag in zit. Is wel even leuk om het volgende te gaan gebruiken. Iets wat wij zometeen uitgebreid nodig gaan hebben. U kent allemaal de antwoorden al wat ik nu ga opschrijven. Misschien leuk om een keer te zien. Toen we hier net waren, ik zei, ik heb hier de primitieve van nodig. Toen zeiden mensen, oh, dat is de logaritme daarvan. Oftewel, de afgeleide van de logaritme is 1 gedeeld door. Dat klopt. Het is wel leuk om even te bewijzen. En als we dat dan hebben, kunnen we ook even bewijzen dat die e inderdaad de waarde 2,718 heeft. Dat gaan we zo meteen heel uitgebreid nodig hebben. Dus het is goed om daar even stil bij te staan voordat ik met methode 3 verder ga. Even beginnen met het bewijs dat de afgeleide van Lm x, ik ga even over x verder, dat het inderdaad 1 groter x is. Simpelweg, wat is Ln? Wat doet dat ding? Het antwoord is, nou, hij heft exponenten op. Hij hangt e tot de macht x, heft die op. Ik ben dit aan het zeggen, dat als ik e tot de macht ln x heb, deze, dan komt er gewoon x uit. Het is geen aanname, het is de definitie van ln x. Dat is letterlijk hoe het ding gedefinieerd is. We gaan afgeleiden nemen. Nou, de afgeleide van links en rechts, gegeven dat dit waar is, is een afgeleide, zijn ook waar, zijn ook aan elkaar gelijk. Maar de afgeleide van de rechterzijde, rechterzijde is natuurlijk gewoon 1. Afgeleide van de linkerzijde, gaat met de ketting regelen, e tot de macht l en x, de afgeleide is e tot de macht l en x. Ja, keer de afgeleide van l en x zelf, die ken ik nog niet op dit moment. Die ken ik niet, ik ken nog niet wat dat is. Deze wil ik juist weten. Maar ja, e tot de macht l en x is x. Dus eigenlijk wat ik hier nou sta, is dat x keer die onbekende afgeleide van l en x, dat is 1. Maar dat zijn we er al. Want dat betekent dat d l en x, afgeleide van l en x, inderdaad 1 gedeeld x, daar staat hij. En dat is precies de stap die ik hier heb gebruikt. Hè. Dat ik hier gebruik dat ik weet dat als je de afgeleide hebt van l en x, dat je dan 1 gedeeld door krijgt. En zo kwamen we door die berekening heen. Ik heb meteen nog eentje. Daarna ga ik met die Frobenius.
En die we ook nodig hebben zometeen. Dat is volgende. Misschien is dit een goed moment als ik deze gedaan heb tot even pauze houden. Ik denk, u bent allemaal bekend met de Taylor-reeks, hè? Ja. Oké. Dat is een hele belangrijke, want die Frobenius-methode die gaat daarvan uit. Maar die Taylor-reeks, dat ga ik toch even introduceren. Ja, iedereen kent hem al, maar het is goed om er toch nog even naar te kijken. En passant vind ik ook meteen dat die E-macht, als waar op de E-top, E waar Taylor 718 heeft, ik ga iets meer ruimte nodig hebben, denk ik. Wij hebben hier volgende uitspraak. Dat als je een functie f hebt, een functie van x, dan is de hoop dat je kan schrijven als een constante plus een andere constante keer x plus nog een constante keer x kwadraat plus nog een constante x tot de derde en zo in principe op aan de lijnen gaan toe. Dit gaat heel vaak goed. Vaak kun je functies zo schrijven. We gaan even kijken onder welke voorwaarden dat waar is. Dit is een Taylor-reeks, hè? Of als we het even heel netjes opschrijven, dan staat er dit. Deze. De vraag is natuurlijk wel, wat zijn dan die constanten? Hoe krijg je die constanten dan goed? Stel je voor, ik wil van fx dat deze hele ontwikkeling die daar staat, x, x kwadraat, x derde, daar een sinus uitkomt. Hoe moet ik de a'tjes dan kiezen? Dat die x en x kwadraat, x derde, x vierde, dat die samen die sinus opleveren. Dat is een goede vraag, maar stel het algemeen. Dus eigenlijk de vraag die we nou gaan stellen is, hoe kom ik aan bijvoorbeeld het geval a0? X is 0 invullen. Ja, x is 0 invullen. Ja, dat is makkelijk. Als x is 0 invullen, dan zijn die is 0, die is 0, die is 0, en de rest is 0, hou ik precies a0 over. Dus a0. Is gewoon de functie zelf met dat 0 ingevuld. We vroegen vaak al hoe we aan die a1 gaan komen natuurlijk. X is 0 in volledig gezien, want dan zijn we a1 ook uit. Deze wil ik weten. De afgeleide gaan nemen, hè? Eerst de afgeleide. Als we de afgeleide nemen. Dan gaat overal x weg. Precies. Dan staat deze is de afgeleide van die a0 is van zichzelf dan 0. De afgeleide van deze is alleen a1 zonder x, cruciaal. Mm-hmm. Al die anderen die hebben nog steeds een x ergens hangen. Mm-hmm. Die maken weer 0 door er weer 0 in te vullen. Mm-hmm. Dus dat eigenlijk gaat doen. Dus nou, weet je wat? Nee, de afgeleide van f, daar vul ik x in 0 in. En wat er overblijft is precies a1. Ja? Het mogen rechte d's zijn, hè? Ja, dat is zeker waar, dat klopt. Ik heb nu een eendimensionaal geval waarbij f alleen maar van 1 x afhangt, dat mogen rechte d's zijn. Ja. Er zit geen diepe betekenis achter mijn notatie hier. Het mogen ook kromme d's zijn. Ja, in dit geval. Is waar. Ja. Tweede. Nou, die x is 0 truc invullen, dat alles wegvalt behalve a2. Ja, dat gaat natuurlijk goed, op het moment dat deze niet met x'je komt. En dan krijgen we voor elkaar er twee keer afgeleid te nemen. Dus deze is 0. Twee keer afgeleid van deze maakt deze 0. Twee keer afgeleid van deze geeft een constante. En alle andere dingen hebben nog steeds een x'je eraan hangen. X is 0 en vullen al die andere weg, ga je precies a2 over. Dus we moeten dan gewoon de tweede afgeleid invullen. X is 0. Even subtiliteit. 2. Oh, 2'tje. Omdat we hier de 2 afgeleid nemen, komt er op zijn minst 2 naar voren. Nee. Dus wat we gaan vinden is dat 2 keer A2 is die f. Dus we moeten nog even wegdelen. Nou, zo kun je het trucje verder doen. Bij A3. Wordt inderdaad 1/6. Nou, deze natuurlijk zal nu duidelijk zijn. Hè? Je moet gewoon elke keer moet je zoveel afgeleiders nemen, zodat alleen die term die je wil, geen x'je meer heeft en de rest heeft allemaal x'jes. Maar omdat je deze nu doet, heb je 3 keer afgeleider genomen, is er een keertje een 3 naar voren gekomen en nog eens een keertje een 2. Dus die heb je te veel, dat is een 6. Dus dat 1 keer een 6 moet er nog voor.
Nou, zo kunt u de hele reeks kunt afmaken. En dan vindt u dat in het algemeen AM is 1 grote N factor. Keer de N de afgeleide van dat ding, van die functie. En wanneer u de N de afgeleide genomen, kunt u daar iets in doen. Dan heeft u hem. Zo kunt u voor elk van die constanten kunt u bepalen welke het is. Nou, nu we weten hoe we de constanten moeten bepalen. Nu we weten hoe we de constanten moeten bepalen. Gaan we gewoon even weer terug invullen. En dan vinden wij de bedoelde formule voor de Taylor-reeks. Volgens mij is het een McLaurin-reeks of zo. Op het moment dat je hem bij x is 0 gebruikt en niet bij een andere x. Maar goed, laten wij er vanaf zijn. Nou, is precies waar we mee begonnen waren. N is 0 naar oneindig. Dan AN, maar die weten we nu, die staat hier. N faculteit. En dat is de formule voor de Taylor-reeks. Nou, waarom heb ik hier nou zoveel tijd aan besteed om dit even te laten zien? Nou, ten eerste dat ik het weer gezien heeft, hè, voor de mensen die het nog niet eerder wisten. Maar ook omdat we zo nodig hebben aan die Frobenius-methode, dan gaat het heel cruciaal zijn. En omdat we nu precies kunnen zien wanneer dit mag. Want ik zei, elke functie kun je zo schrijven, elke fx kun je zo schrijven als een reeks. Maar ja, om die aardjes te vinden, moet die functie wel aan een hele belangrijke voorwaarde voldoen. Je moet ze afleiders kunnen nemen. Hij moet, netjes zeggen, oneindig differentieerbaar zijn. Want elke keer dat je een afgeleider neemt, moet dat ding wat je overhoudt ook weer een afgeleider kennen. Als hij onderweg ergens en de 100ste afgeleider, als je A100 wil vinden, maar die 100ste afgeleider bestaat niet, of heeft gek gedrag, dat je deze niet kan uitrekenen, nou ja, dan haalt de hele methode. Dus een voorwaarde om dit te mogen gebruiken is dat de functie die je wil beschrijven oneindig differentieerbaar is. Is het in de natuurkunde gelukkig zo? Ja. Dat dingen vaak oneindig differentieerbaar zijn. Al was het om de simpele reden dat onze functies vaak een stukje natuur beschrijven. En dus een snelheid hebben. En een snelheid van een snelheid en een snelheid van een snelheid van een snelheid. Het is niet gegarandeerd. Hè? In diepe theorie is natuurlijk een wereld van de dingen die geen afgeleiders hebben naar de zoveelste. Ik vond het continu zijn. Dat gaat vanzelf. Maar die differentiëren is die ook natuurlijk. En de tan is x bijvoorbeeld. Wat is ermee? Nou, die kan op een gegeven moment bij. Dat klopt, maar dan moet die binnen die grenzen. Moet die... Ja, binnen die grenzen. Ja, precies. Ja. Exact. Maar dat zeggen ook hetzelfde, want die tangens die zit bij pi grote 2, gaat hij naar oneindig toe, plus een min oneindig. Precies. Dus hij is niet continu. Dat is allemaal die van zeggen, daar wil je heel hard omhoog, dus hij is ook niet differentieerbaar. Differentieerbaar impliceert continuïteit, omgekeerd niet altijd. Maar je kan het wel eens schrijven. Dat klopt, binnen zijn gebied. Ja, zeker. Nou, om het even af te sluiten voor de pauze, dan gaan we die verdelingen doen. Laten we een functie nemen die even heel makkelijk zijn afgeleide kan maken. Sinus. Nou, dat is een leuke, maar nog een leuke. In één wacht, ja. Sinus, voordat wij Euler waren, de wetenschapper, Leonhard Euler, 18e eeuw, dat wij dachten, weet je wat, ik vraag me af of er een getal bestaat, zodanig als ik het tot de macht x doe, dat hij zijn eigen afgeleide is. Nou, we hadden op het begin al gezegd, zo'n functie bestaat, dus x is 0. Die is netjes zijn eigen afgeleide. Maar bestaat er iets anders? Bestaat er een getal van onbekende waarde, e, tot de macht x, zodanig dat zijn afgeleide altijd zichzelf is? Dan stel je voor dat we dat als definitie gebruiken. Dat is gewoon de definitie van het onbekende getal e. Nou, dan kunnen we even kijken of we daar iets van kunnen maken. Want dan zegt die Taylor-reeks, dat is niet hoe Euler het zelf deed trouwens. Hij deed het met limieten, de waarde van zijn eigen getal bepalen. Maar nu we dit hebben afgeleid, kunnen we zelf even kijken hoe en wat. We hoeven ons niet af te vragen of het een differentiëren is, dat is die per definitie. Elke keer is dit afgeleid, neemt gewoon zichzelf op. Nou, even kijken.
Hier staat, we moeten n is 0, betekent 1 gedeeld door 0 faculteit, dus gewoon 1. De 0 afgeleiden van dat ding, oftewel dat is gewoon de functie zelf. En dan x is 0 invullen, e tot de macht 0. Ik weet niet wat e is, maar ik weet wel dat e tot de macht 0 is altijd 1. 1. Volgende term, n is 1. 1 gedeeld 1 faculteit is weer 1. Eerst afgeleiden van e tot de macht x, dat is e tot de macht x. Met x is 0 ingevuld. Ja. Dat is weer 1. Dan komt er nou wel die x tot de eerste erachter. 1 plus x. De volgende. N is 2. 1 gedeeld 2 faculteit. Het begint al spannend te worden. Er begint nu kleurtjes bij te komen. 2 afgeleid van e tot de macht x. Dus e tot de macht x. Met x is 0 ingevuld. Dat is 1. En hier x tot de tweede. Staat hij? Ik denk dat het 2 faculteit. 2 faculteit is 2, dus ik ben slordig in die dingen. 2 faculteit is 2, 2 is inderdaad gewoon 2. Maar qua notatie is het mooi om het even netjes te houden. Nou, zo kunnen we verder. De derde term, n is 1 gedeeld 3 faculteit, dat is 6. Derde afgeleid, e tot de macht x is e tot de macht x. X is 0 gevuld, leef weer 1 op. Keer, dat is de derde. En zo gaat het verder. Dus die onbekende functie e tot de macht x, waarvan ik nog niet weet wat de waarde van e is, volgens onze Taylor-reeks die we net hebben bewezen, kun je zo schrijven. En nu zijn we Euler en dan vragen we ons af, ja, wat is die e, wat is de waarde van e zelf nou? Nou, we weten e tot de macht x wat de waarde is. Dat is deze. Dan wil ik e zelf weten. Ja, x is 1 invullen. 1 tot de macht 1 geeft mij precies die 1 die ik zoek. Een klein beetje wat ik hier nog over heb. 1 tot de macht 1 is gewoon deze reeksontwikkeling met 1 ingevuld. Ik bedoel, deze reeksontwikkeling is voor elke 1 tot de macht x waarde, dus ook 1 tot de macht 1. 1 tot de macht 1 levert op 1 plus 1. Elke x gedaan, x tot de derde, x tot de 18, levert allemaal 1 op. 1 plus 1 plus 1 gedeeld door 2 faculteit plus 1 gedeeld door 3 faculteit plus 1 gedeeld door 4 faculteit plus 1 gedeeld door 5 faculteit plus 1 gedeeld door 6 faculteit en de nul op 1 probeer nauwkeurig. Je kunt het op een rekenmachine of op een handbewijs van spreken natellen, daar komt netjes die 2,718 uit. Dus we hebben iets belangrijks gedaan. We hebben die Taylor-reeks hebben bewezen. Dan puur op basis van het feit dat zijn definitie is, e tot de macht x, dat die oneindig vaak differentiëren is, hebben we de waarde van e gevonden. En nou toch de waarde van e hadden gevonden, e tot de macht x, en de omgekeerde functie lnx hebben we gedefinieerd en meteen afgeleid van lnx ook gedaan. Dus we hebben echt van nul opgebouwd allemaal. Dus het werkt heel goed. Nou, mijn plan, maar het is wel bij de tijd van pauze, maar mijn plan is, die Frobenius, hè. Dan gaan we nog een keer deze differentiaalvergelijking oplossen met die Frobenius. Compleet overkill, veel te moeilijk voor hetgeen wat we willen doen. Maar de conclusies die we dan gaan trekken voor vandaag, die zijn heel groot. Dus wanneer zullen we verder? Hoe laat is het nu? 48. Ik weet het alleen maar hoofd, ik ben niet zo goed. Oh god. 10 over 12 verder gaan, inderdaad. Ja, zeker. Ik probeer dat met de theorie, dan kom ik niet uit. Ik ga dit allemaal uitvegen, maar wat ik wel ga gebruiken is wat we hier nu net afgeleid hebben. Dat deze formule van toepassing is. En we hebben gezien, dat mag als hij mij differentiëren is. Er kwam net een meneer naar me toe, die wist een tegenvoorbeeld. Ik denk voor een aantal mensen ook bekend. De logaritme van x zelf, hè, die werkt niet zo goed. Ja. Want als die is niet oneindig differentiëerbaar. Dus je kan wel oneindig differentiëren, dat is een punt niet. Maar je kan niet x is 0 invullen. Nee, dat moet je punt. Precies. Ik bedoel, op het moment dat je de 1, dat je de eerste afgeleiding genomen hebt en je gaat niet x is 0 invullen, wat hiervan moet, dan blaas je al op. Ja. Dus typisch, de Taylor-reeks van logaritmes, die zie je vaak tegenkomen in de logaritme van 1 plus x en niet de logaritme van x. En zo zijn er weer tegenvoorbeelden, uiteraard. Nou, wat wij nu gaan doen, om die differentiaalvergelijking nog maar eens een keertje op te lossen, dat is dat we... Ja, ik ga alles wegvegen. De methode is eigenlijk heel simpel. We gaan gewoon aannemen dat de oplossing
oneindig differentieerbaar is. Oftewel dat we voor de oplossing dat in mogen opschrijven. En dan gaan we die hele theoreeks gaan we eens even invullen. Dan gaan we kijken wat er gebeurt. Nou, dan gaan we zo meteen de oplossing vinden. En met een diepe wijsheid erbij. Waarvan we een aantal dus kunnen meenemen naar het niet-lineaire geval. Dus komt hier nog een keer dezelfde differentiaal vergelijking deze keer. Met de methode van Frobenius, zo heet dat. Ik denk niks anders van. Vul een reeks oplossing in en kijk wat je op weg tegenkomt. Ik heb hier straks even iets anders opgeschreven. Even terug naar de oorspronkelijke notatie. Hier is wat een geetje. Gaan we hetzelfde doen als straks. We gaan op zoek naar de homogene oplossing. Dus de G die gaan we negeren voor nu. En die particuliere oplossing, dat hebben we gezien, dat kunnen we gewoon constant voor nemen. Dus de particuliere oplossing beschouwen we als gegeven, gaan we de homogene differentiaal vergelijken oplossen als deze. En dan gaan we die Frobenius voor gebruiken. Overkill voor deze. Maar voor andere situaties is die zeer, zeer nuttig. Dus we gaan gewoon zeggen, nou, ik weet niet wat V is, maar ik ga ervan uit dat die oneindig differentieerbaar is op de manier zoals ik hier heb bedoeld. Oftewel bestaat er dit. AN. T tot de macht n. U ziet, ik heb de notatie aangepast. Want dit zijn allemaal functies van de tijdontvanger. Mijn afleiding hing al eens van x af. Dus ik vervang eventjes mijn variabele naar t. De wiskunde blijft natuurlijk verder hetzelfde. En hij begint bij n is 0. Dan gaat hij naar oneindig. Daar staat hij. Nou, dan weten we ook meteen wat v het afgeleide is. Ook hier zijn er ongetwijfeld een paar wiskundigen in de wereld die zich opdraaien in mijn graf. Want ik ga de afgeleide van dat ding nemen. En wat ik dan doe is dat ik de afgeleide van elke afzonderlijke term neem. Wiskundigen schijnen dat goed te vinden op het moment dat je niet oneindige termen optelt. En dan doe je weer oneindig veel. Ook hier geldt om met mijn wiskundedocent, de heer Dr. Dekker, te spreken, die al heel met pensioen is. Ga het eerst maar doen en ga daarna eens kijken of het mag. Ik maak geen grapje, dat riep mij altijd. Dat heb ik ook echt meegenomen in mijn eigen berekeningen. Ik ga eerst even kijken of het oplevert. Ga ik daarna kijken of het wel mag. Wat ik hier aan het zeggen ben, is dat ik de afgeleide binnen de oneindige som meeneem. Nou, gegeven dat we dat op zijn dekkers gewoon doen, dan komt er één keer dit n'tje naar voren, keer. Dan staat er dat. Nou, we hebben nu de v en zijn afgeleide. Die gaan we invullen in de differentiaalvergelijking. Noem oneindig. An en t tot de macht n min 1 zou dan gelijk moeten zijn aan oneindig. K gedeeld door m. An tn. Dat klopt, hè? Is het correct. Als we hier naar kijken, deze beginnen n is 0. Maar ja, n is 0, die is zelf 0, toch? Ja. Als je n is 0 invult, dan met deze n 0, die termen niet mee. Ik zou hem gewoon bij 1 laten beginnen. Het is geen benadering, het is gewoon een wiskundige waarheid. Dat we n is 0 beginnen, letterlijk een bijdrage van 0 is levert. Toch zou ik deze twee reeksen, die zou ik tot één grote reeks willen maken. En mijn bedoeling is, ik ben op zoek naar die a'tjes. Op het moment dat ik die a'tjes gevonden heb, dan kan ik het terug hierin invullen. En dan hoop ik dat ik aan die sommatie kan herkennen via de tellerreeks wat er eigenlijk voor functie al die tijd stiekem gestaan heeft. Maar om dat voor elkaar te krijgen, zal ik wel die reeks bij elkaar moeten proppen. Dat ga ik u nu laten zien. Die reeksen willen niet bij elkaar, want deze ging bij 1, deze ging bij 0. Ja, die kunnen we allemaal aanpassen natuurlijk. Want ik zou ook dit kunnen doen. Van weet je wat? In plaats van deze bij 0 laten beginnen, laat ik met 1 beginnen. Dan ziet u dat ik deze n heb eentje opgehoogd. Dat is prima, maar dan moet ik in alles wat eraan komt een n'tje omlaag halen om te compenseren. Dus het staat niet bij an, het staat an-1.
staat niet AN een getal en daar 1 van aftrekken, staat de coëfficiënt N min 1 staat daar. Dus die min 1 hoort echt bij dat coëfficiëntje dat beneden staat. En dan is het later niet T, maar staat er T N min 1. Oeh, dat is goed. Dat is handig, hè? Ja. Ja, u ziet het al gebeuren natuurlijk, dat hier, ja. Ik heb niet gesmokkeld, hè. Het enige wat ik heb gedaan is van, nou, die reeks begint bij 0. Het komt mij beter uit als ik bij 1 begint, dat is prima. Dan hoog ik N eentje op en dan in alles wat erna komt, haal ik diezelfde 1 weer vanaf. En nu heb ik twee reeksen, ook twee reeksen N is 1 beginnen. Plus, bonus, ze hebben ook dezelfde T tot de macht hier staan. Dus als we de boel bij elkaar gaan stoppen nu tot 1 grote reeksontwikkeling, dan staat er AM N plus K gedeeld door M AN min 1. Dan is de hele differentiaal vergelijking is naar dit ding geworden. Deze. Dan is het erbij van de nul die net is overgeslagen. Wat is erbij? Welke bedoelt u deze? Nee, eentje verder. Deze? Iets van k gedeeld door m a 0. Nee, omdat het dus in die t verwerkt. Je hebt er t min 1 van gemaakt, dus dat ja. Oh, sorry. Nee, ik snap uw vraag niet helemaal. Het is dus nee, correct dat hier staat. Oké. Oké, nou dan komt de volgende stap. Hier moet dus 0 uitkomen. Wil ik die differentiale vergelijking oplossen? Nou, één ding weet is in de welkom. Gegeven een tijdstip, t is 8 seconden of zo, als hier 8 op de totmacht i staat, ja, dan is dat een hele reeks van termen bij elkaar. Gegeven dat ik weet wat t is, kan ik echt wel een manier vinden om die hele reeks bij elkaar 0 te maken. Maar is dat alleen 0 voor tijdstip t is 8? En wat we natuurlijk willen is dat dit waar is op elk tijdstip. Dus dat betekent dat het nul worden van dat hele ding, dat gaat er niet hieruit komen. Dat moet dus hieruit komen. En de enige manier waarop dat kan, is wanneer dit ding nul is. Het is heel belangrijk dat u zichzelf ervan overtuigt. Het is uiteraard waar, als dat nul is, is de hele uitkomst nul. Maar ik zeg meer, ik zeg het is ook de enige manier om de hele som nul te maken. En dat heeft ermee te maken dat elk van de zonderlijke termen een andere t tot de macht iets heeft. En elke t tot de macht iets, t tot de tweede, t tot de derde, kunnen niet samen nul worden. Die kunnen wel samen nul worden op een gegeven tijdstip, maar niet op elk tijdstip. Dus de enige om het goed te krijgen is door dit hele ding dan maar naar nul te praten. En dat doe ik nu. Wil ik hier een oplossing van maken, dan vind ik dat ik dan a n moet kiezen als 1 gedeeld door n, k gedeeld door n, a min 1. Deze. Dit is de enige manier waarop ik die reeksontwikkeling de differentiaal vergelijking kan laten oplossen. Het is belangrijk dat u zichzelf ervan overtuigt. Ik heb niet een manier gekozen om het kan, het is de enige manier om het kan. Nou, hier staat iets wat men in de wiskunde een recursieve relatie noemt. Wat dat ding ons niet vertelt is wat voor een gegeven waarde van n. Stel je voor, ik zou graag willen weten wat het getalletje voor t tot de 8 staat. N is 8. Ik heb geen formule waarbij zegt A8 is dat getal. Het enige wat ik heb staan is als ik A7 weet, dan kan ik A8 uitrekenen. Hier staat, als ik een gegeven A'tje weet, A7 bijvoorbeeld, deze. Dan moet ik dit mee doen en heb ik de volgende A8. En als ik A8 heb, doe ik hetzelfde trucje en dan kan ik die formule A9 vinden. Nee. En dit heet recursief, zou je zoiets noemen? Nee. Misschien inductief? Nee. Recursief, oké. Okay. Een recursieve relatie. Ja, wat zo? Ik dacht dat ik dat normaal gezien, maar die onderste formule, deze. De AN is 1 gedeeld door N, is min 1 gedeeld door N. Ja. Maar dan zou daar toch een plus moeten staan? Nee, want deze moet nul zijn. En om dit nul te maken, moet deze min die andere zijn. Oh, ja, natuurlijk. Sorry. Nee, is oké. Kijk, dan staat hij er. Nou, dit is meteen lopen tegen een mogelijk nadeel van deze Frobenius-methode aan. Je krijgt een recursieve relatie terug. En wat je hoopt,
is dat je uiteindelijk gewoon de formule voor AN vindt. Niet de formule voor A8 als je 7 al wist. Nee, gewoon de formule voor 8. En dat gaat, ja, dat is soms puzzelen. Soms niet. Nou, hier gaat het goed. Laten we meteen even kijken. Wat ik altijd doe, is dat ik gewoon de eerste paar opschrijf en dan hoop ik dat ik op een gegeven moment licht zie. Ik heb deze methode echt een stuk gebruikt tijdens mijn promotie, omdat ik ergens een differentiaal vergelijking moet oplossen waar ik niet uitgekomen ben, nog steeds niet trouwens. En toen heb ik onder andere deze methode een paar maanden gebruikt, van links en rechts, onder en boven. Dus ik vergeet het nooit meer. Alleen daar weet hij helaas niet. Het ligt trouwens, ik heb het wel opgelost, maar ik heb het niet uitgewerkt. Dus dat ligt ergens op een plank, stof te verzamelen en hopelijk kom ik er ooit een keertje aan toe om het op te schrijven. Maar volgens mij gaat het nu wel lukken. Niet volgens de verwenings. Oké, dus mijn plan is gewoon even een rijtje van die A'tjes opschrijven. Dan stel je voor dat ik A1 zou willen weten. Dat is wel pas, ik schrijf er een paar op en dan hoop ik dat ik het licht zie. Als ik A1 zou willen weten, dan staat moet je met A0 beginnen. En met 1 gedeeld door 1, hè, want de n'tje is 1 in mijn geval. Dus staat nou, A1 is k gedeeld door m keer A0. Dat is wat ik daar zie staan. Mooi, ik heb A1. A2. Nou, A2 staat er, dat is 1 gedeeld door 2. K gedeeld door m keer A1. Nou, die had ik net gevonden. Dus dit is wat de formule mij geeft, de recursieve formule. En wat ik nu ga invullen is wat ik net voor A1 gevonden had. Nu vallen die twee netjes tegen elkaar weg, dus dat 1 gaat door 2. Dus de 2 k-netjes. En dan een nulletje erachter. A3. De formule zegt, de recursieve formule moet je 1 gaat door 3 nemen. K gaat door m. En dan A2 moet je hebben. En ja, A2 hadden we net gevonden. Dus nogmaals, dit eerste teken betekent de recursieve formule. Het tweede eerste teken betekent mijn vorige A ingevuld. Min 1 gedeeld door 3 keer 1 gedeeld door 2. 3 valt altijd. K gedeeld door m in het kwadraat met die andere k gedeeld door m geeft k gedeeld door m op de derde keer A0. Pak er nog eentje en dan denk ik dat ik het zal maken. De Kaspers? De derde van boven, de derde regel van boven. Wordt daar nog een middenje? Je toch wel een middenje voor. Min een half. Min een half. Deze min, ik heb hier de A1 gevuld. Die komt met een A1. Maar het is even goed om daar even stil bij te staan. Je ziet dat de A1, dat is een mingetal. En de A2 is een plus. Ja. En zo kunnen we ook A4 opschrijven. A4 volgens de formule is min, en dat is dus niet min daar, 1 gedeeld door 4, k gedeeld door m. Dan staat er A3 moet dan hebben. En A3 weet ik, die stond hier. Nou, dan staat 1 gedeeld door 4, ja, keer 1 gedeeld door 3 keer 2, oftewel er staat 4 faculteit. Even kijken, hoe deze dan nu min met een minnetje bij, wat is een plus bij elkaar, plus k gedeeld door m tot de vierde A0. En zo kunnen we het rijtje natuurlijk afmaken. Nou, we kunnen nu eigenlijk wel zien wat de algemene formule is voor een gegeven m. Dit is wat ik bedoel, hè? We schrijven een paar op en dan hopen dat we zien wat het patroon is. Het patroon is volgens mij A'n ingeslikt. Ja, het minnetje staat onder die macht. En voor elke even n komt daar een plus uit. Dat heb je hier ook. Hè. Plus, plus. Bij elke even n, 2, 4 en bij 0. En voor elke oneven n staat daar min. Hè. Dus er staat A1 is min, A3 is min. En zo staat alles gewoon. Ja. Mooi, dus we hebben nu een formule voor de A'tjes.
Dit is een probleem bij Frobenius, dat je niet altijd de, voor, je vindt wel de recursieve formule voor de a's, maar de gesloten formule niet. Dat, is, dat wil niet altijd vanzelf goed gaan. Nou, hier gaat het goed. Kunnen we nu terug naar onze functie waarmee we begonnen. We hadden gezegd, nou, we denken dat het een oneindig differentieerbare functie is. Deze. We hebben nu formule voor de a-n'tjes gevonden. Invullen maar. Dat betekent dus dat v als functie van t... Dit is die Frobenius aanname die ik nu aan het doen ben. Maar ik ga nu de a-tjes, a-n'tjes ga ik invullen. Dus ingedeelte n-faculteit. Min k tot m tot n. T tot n, die komt van de formule zelf. Oh, en nog een aandeeltje. Maar die aandeel is dat overal, hè? Dus ik kan het net zo goed daarvoor zetten. Dus ik heb nou gewoon alles terug ingevuld. Dit is de correcte oplossing. We zijn in principe klaar. We hebben een functie gevonden. Behalve dat het zou mooi zijn als we niet een som, een reeksontwikkeling voor de oplossing hebben. Maar dat we het gewoon kunnen schrijven, oh, dit is die functie. Maar net voor de pauze hadden we deze afgeleid. E tot de macht x, dat was namelijk ingedeeld door n faculteit keer x tot de n. Nou, x tot de n is dus blijkbaar k gedeeld m keer t. Dus één stapje ertussen even opschrijven, a0, n is 0 oneindig, n faculteit, min k gedeeld m keer t. En voor de pauze, als we dit x noemen, waar we voor de pauze gezien dat wat hier eigenlijk staat is a0 maal e tot de macht min km gedeeld door t. En dat is weer diezelfde oplossing. Die we nu op die twee andere manieren ook hadden gevonden. Dan kunnen we nog eventjes op de notatie even op elkaar af te stemmen. Kunnen we deze a0. Die heet in het vorige voorbeeld steeds hoofdletter A. Maar dat is van notatie, hè? Dus hebben we dan nog een keer op. Als we het nou, drie manieren. Ja, ik vind het prachtig. Het grote nadeel is tweevoudig. Hè? Je krijgt een recursieve relatie. Dan moet je maar hopen dat je de algemene AN kan vinden. De gesloten formule. En als je dat ingevuld in je reeksontwikkeling, moet je maar hopen dat je aan die coëfficiënten herkent wat er eigenlijk staat. En het is vooral die laatste stap waar het vaak misgaat. Nou zijn we als natuurkundige is het vaak niet zo'n probleem. Want die t tot de n, nou als we t niet te groot maken, dan is t tot de n begint een steeds kleinere bijdrage te leveren. Dus als wij besluiten van willen maar tot 1% nauwkeurig weten wat eruit komt, dan willen we die hele functie niet eens weten. Dan nemen we vier van die termen mee uit die reeksontwikkeling en dan zijn we al een beetje klaar. En dan maakt het niet uit dat we niet de algemene formule weten. Maar dan heb je al vier termen genoeg. Dus natuurkundig gebruik je deze natuurlijk heel veel, omdat het gewoon heel praktisch is. Zelfs als je niet een gesloten vorm vindt, heb je wel een tot gewenste nauwkeurigheid gevonden wat eruit komt. Vraag, mag dit altijd? Ja, eigenlijk wel. Tenminste, daar maar aan voldaan is. Dat is het enige waar ik erin heb gestopt. Waarom staat onder een groot a en boven een klein? Nou, om mijn notatie aan te passen, deze a0, die is al die tijd, mocht ik niet vrij gebruiken. Die kon elke keer bij elke term kon die terug. Ja. En toen ik zag dat die reeksontwikkeling gewoon e tot de macht min km grote t was, met een constante ervoor, zei ik, dat blijkt dezelfde constant als in mijn vorige twee uitwerkingen van deze differentiaal vergelijking. Dus ik heb de constant gewoon even een andere naam gegeven om het aan te laten sluiten in mijn vorige uitleg. Oké, nou ik zei al, hier zit het vlees, want nu we deze methode gezien hebben, kan ik u ook bewijzen dat, nou precies waar ik eigenlijk mee begon, dat een lineaire differentiaal vergelijking altijd net dat weet van tevoren hoeveel oplossingen die heeft. Deze heeft maar één oplossing. Als die Frobenius toepast, dan vind ik maar één manier waarop het kan. Dat is wat hier staat. Maar lineaire differentiaal vergelijkingen, daarvan weet ik van tevoren precies hoeveel ze er hebben. De truc is dit. En dan gaan we daarna dat bewijzen. Dat kunnen we nu doen met wat we op het bord hebben staan. De truc is dit. Dat wat je moet doen, je moet kijken naar het grootste verschil in afgeleiders. Niet dat één afgeleider is of nul afgeleider. Er zit precies één afgeleider tussen.
Dan is een wiskundige stelling die zegt, dan is er ook maar precies één oplossing. Die staat er weer, die drie keer gevonden. Als hier een tweede afgeleide had gestaan, vraag niet welke natuurkunde dat was, maar stel voor je stond er twee puntjes op en hier nul, dan is het grootste verschil afgeleid is 2. Dan weet ik dat er 2 oplossingen zijn. Maar als hier 18 puntjes op stonden, dan moet je helemaal niet vragen welke natuurkunde dat was, maar als er 18 puntjes op stonden en hier stonden er 5 op, dan weet ik, dan zijn er 13 oplossingen. Dat is een claim die ik nu maak. Dat kun je op heel veel manieren bewijzen, maar we hebben nu verbetering staan. En daar wil ik het even mee gaan bewijzen. Hoe ga ik dat doen? Nou, eigenlijk gewoon met een voorbeeld. Ik ga een nieuwe differentiaalvergelijking pakken. Die ga ik weer oplossen. Ga ik wat snel erheen, want het is gewoon voor Belius even toepassen. En dan hoop ik dat u ziet waar het bewijs in zit. De differentiaalvergelijking waar ik het over heb. Vergelijk waar ik het over heb. Dat is deze. Nou, u weet, ik kunt de oplossing waarschijnlijk zien allemaal. Dat is sinus en cosinus. Dit kan met slimme raden trouwens, in methode 1. Dat we zeggen van nou, we zoeken een functie zodanig als je het tweede afgeleide neemt, dan moet er blijkbaar min zichzelf uitkomen. Anders komt er geen nul uit met een constant ergens ertussen. En dan gaan we terugdenken aan nou, van onze kennis van differentiëren. Welke functies zijn twee keer afgeleid min zichzelf? Dat is een sinus en een cosinus. Ja? Wat staat er nou boven de x? Twee puntjes. Sorry, dat zijn twee afgeleiden. Sorry, ja. Oké, dus wat er staat is tweede afgeleide is blijkbaar min zichzelf met een omega kwadraat ertussen. Ja, met een constante ertussen. En slimme raden, welke functie doet dat? Nou, sinus, een teken afgeleid van sinus is min sinus. Een teken afgeleid van cosinus is min cosinus. Dan wil je de constante omega er goed in krijgen. Maar dan krijgen ze oplossing. Slimme raden, methode 1, is sinus omega t. Met willekeurig constante ervoor, hè? Want lineaire differentiaal vergelijking betekent dat je mag oplossingen optellen. Dus ook met zichzelf. Je kan a keer die oplossing erin stoppen. Plus b keer cosinus. Dus met slimme raden een oplossing ter plekke te pakken. Mijn stelling van net was, er zijn nog niet meer oplossingen. Want het grootste verschil afgeleid is 0 afgeleide, 2 afgeleide, grootste verschil is 2 afgeleiders. Dat betekent, er zijn nog maar 2 oplossingen. Ik heb ze alle 2, ik hoef niet verder te zoeken, er zijn er niet meer. Die stelling heb ik niet bewezen. Dat ga ik nu wel doen. En dat doe ik met dit voorbeeld. Dus we weten al wat eruit komt. We doen het even net op zijn Frobenius. Dan gaan we een reeks oplossing gaan proberen. Dus we zeggen van nou, xt, we weten het niet, maar we gaan er maar vanuit dat die oneindig differentieerbaar is. Dat staat in deze. Daar hebben we de tweede afgeleider voor nodig. Overtuig mezelf even van dat ik geen fouten maak hoor. Nee, overtuig mij ervan, want ik maak gerust. Maak zo'n fout. Het gaat goed, hè, nog. Twee keer afgeleiden genomen, komt er één keer die n'tje naar voren. En van wat je overhaalt, nog een afgeleide, nog een n-1 naar voren. Dit staat. Volgens mij is het correct. Volgende stap van Frobenius is gewoon invullen. Dan staat er een sommatie. N is 0 van naar oneindig. Van an n. N-1 t tot de macht n-2 plus omega kwadraat sommatie n is 0 naar oneindig an t tot de macht n is 0. Gaat het goed? Nee, even tegen. Ja. Oké. Okay. Nou ja, kijk, straks concludeerden wij voor het vorige voorbeeld van ja, maar we willen n is 0 invullen, dat maakt de hele term al 0. N is 1 invullen, ja, dat zorgt dat deze 0 is.
Dus n is 0 en n is 1 leveren beide letterlijk 0 bijdrage op. Dus deze reeks die begint eigenlijk gewoon bij 2. En nu gaan we net als straks, gaan we er proberen één grote sommatie van te maken. Alleen deze begint helaas bij 2 en die begint bij 0. Dus we gaan gewoon deze bij 2 laten beginnen. Dus van deze n gaan we 2 ophogen. U ziet, ik ga wat sneller drainen. Dat betekent dat, omdat ik hem hier ophoog, moet hij in wat voor moet hij met 2 omlaag. Nu zijn de sommaties, die hebben netjes alle twee beginnen bij dezelfde beginwaarde. Dat betekent dat ze bij elkaar kunnen worden gestopt tot 1 supersommatie. En we hebben ook nog het plezier dat ze alle twee in theta macht n min 2 hebben. Dus hebben we dit. Nergens gesmokkeld. Het is allemaal exact. Is er nu a tot de macht n ondergaan? Ja. Ja. Ja, anders krijg ik ook geen recursieve relatie natuurlijk als er in 1 n in staat. Ja, dat klopt. Nee, dat is wel. Nee, goed. Heel goed. Ik neem nog een slokje koffie. Goeie idee. We waren er gauw genoeg achter gekomen trouwens hoor. Ja. Eén stap verder denk ik. Maar... hetzelfde argument als daarvoor. Voor de gegeven waarde van t is echt die reeks van naar 0 te krijgen. Alleen wil je dat er voor elke waarde van t naar 0 is, dan moet elke afzonderlijke coëfficiënt 0 zijn. Dit moet 0 zijn. En dat heeft dan meteen weer die recursieve relatie op, want dan weet ik hoe ik mijn an'tjes moet kiezen. Ik moet de an kiezen als min omega kwadraat an min 2 en min 1. Dit moet, dat is de enige manier waarop het gaat. Is iemand die nu al kan zien dat er 2 oplossingen gaan komen? Er wordt al allemaal bedacht. Ik kan 2 startwaarden hebben. Dat is het. Wow. Ziet u dat ik dat in het vorige voorbeeld, als ik met een gegeven n begon, A7, kon ik A8 uitrekenen. Als ik A8 had, kon ik A9 uitrekenen. A10, A11, A12. Met deze staat steeds een tussenliggende stapje over. Dus als ik met A0 begin, kan ik alleen maar A2, A4, A6, A8 vinden. Als ik met A1 begin, dan vind ik alleen maar A1, A3, A5, A7. Er komen dus 2 reeksen uit. En die kruisen elkaar niet. Die komen elkaar niet tegen. Die hebben geen gemeenschappelijke A'tjes. Dus hij laat 2 oplossingen toe deze. Krijg ik kippenvel. Hij laat 2 oplossingen toe. Nou, we gaan even uitwerken. Dan ziet u ook dat netjes de sinus en cosinus eruit komt. Maar hier zit al de crux van mijn grotere betoog. Het feit dat hier een tweede afgeleiding staat, dat is dat ding wat ervoor gezorgd had dat hier één extra n'tje wordt overgeslagen. Dat tussenliggende n'tjes worden overgeslagen. Ziet u dat gebeuren? Het feit dat niet n en zijn buurman worden aan elkaar worden gelinkt, maar n en zijn overbuurman, hoe zeg je dat? Zijn nabuurman, eentje 2 stappen verderop. Dat komt omdat deze reeks niet bij 0 begon, maar bij 2. En waarom begon die bij 2? Omdat hier n en m in 1 staat. Waarom staat n en m in 1? Omdat je 2 keer een afgeleide genomen hebt. Dus het verschil in afgeleiders heeft bepaald dat je a'tjes skipt, overslaat, en dus dat je meerdere reeksontwikkelingen krijgt. Dus u voelt misschien al aan, dit is waarom het verschil in afgeleiders tussen die en die bepaalt hoeveel oplossingen er zijn. Het bepaalt hoeveel a'tjes je onderling skipt, oftewel met hoeveel verschillende startwaarden van a je kan beginnen, hoeveel verschillende reeksen je krijgt die elke eigen oplossing leveren. Er zitten hier een subtiliteit, maar laten we eerst dit voorbeeld even uitwerken. Ik doe maar voor 1 van de 2, want die andere gelooft wel, denk ik. Komen we wel uit. Welke zullen we doen? Zullen we met A0 beginnen of met A1? Het zijn dus 2 afzonderlijke reeksen, dus maakt niet zoveel uit. Het is A0. En die andere kunt u met gemak zelf uitwerken. Inderdaad, laat ik met A0 beginnen. Nou, net als straks, ik begin gewoon met de eerste fout opschrijven en hoop ik dat ik het licht zie, dat ik de complete oplossing begin te proeven. A1 ga ik niet vinden. A2 wel. A2 staat hier, nou, dat is min omgaat eruit.
AN min 2, oftewel A0, gedeeld door 2 keer 1, 2 faculteit. A4. Er staat steeds 1 A'tje over. Nou, volgens de formule moet dan hebben, omega kwadraat A2 gedeeld door 4 keer 3. Dus dit is wat uit de recursieve relatie komt. Wat ik nu ga opschrijven is als ik dan mijn A2 van net invul. Plus omega tot de 4, A0, 4 keer 3, keer 2 faculteit, 4 faculteit. A5 slaan we over, hè? Die zit niet in deze reeks. Dan zegt de recursieve relatie, zegt min omega kwadraat A4, 6 keer 5. Maar ik nu opschrijf, wat is mijn A4 van zojuist ingevuld? Dan krijg ik min omega tot de zesde, A0, 6 keer 5 keer 4 faculteit, 6 faculteit. Ik denk dat we nu wel de conclusie kunnen trekken. Ja, je ziet het al gebeuren, hè? Natuurlijk wat er gebeurt. Ik ga nu van mijn recursieve relatie, krijg ik nu de algemene, gewoon de gesloten vorm van een willekeurige AN. AN, je mag me gerust mee helpen hoor, want dat doe ik gerust verkeerd. Faculteit tot de macht N, A0, alles goed. Klopt hè? Met name het i'tje. Oh, i, ja. Ja, ik wil die minnetjes goed krijgen. Dus ziet die A0 is, als die met plus begint, dus A2 is min. A4 is plus, A6 weer min, dan moet elke kwadraat voor. Ja, ik zou min 1 tot de macht en min een half doen, maar dat is allemaal zo. Dat is hetzelfde inderdaad. Nee, natuurlijk, dat kan ook. Ja, dat gaat wel goed. Ja, nee, dat is mijn. Dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Nou, nu hebben we de gesloten vorm van AN gevonden. Dus nu gaan we terug op zijn Frobenius naar hoe dat ding eruit zou moeten zien. We vinden xt. N is 0 na oneindig van an. An die hebben we net gevonden. N faculteit. I tot de n, of inderdaad min 1 tot macht n plus 1 en zoiets. A0, omega tot de n. Oh, n zijn we nog niet. Want voor Venus zelf plakt er nog een t tot de n achteraan. Staat hij daar? Hoi. Met één opmerking. Het zijn één kennetjes. Oneven mogen niet nemen. Maar waarom zit je er niet 2n? Omega 2n. Even kijken of waar zo'n 2 moet staan. Nee, sorry. Je zegt ze moeten even zijn. Maar je kan dus ook een 2 voor je n neerzetten. En dan is die. Ja, had ook gekund. Ja hoor, had ook gekund. Ik bedoel, als n'tjes maar even zijn, dan krijg je ook voor elkaar door n elke waarde te laten nemen, dan anders keer 2. Dan komen ook alle even getallen uit. Dat is prima. Nou, we zouden eventueel dingen zo kunnen schrijven. De a wil even buiten haakjes. Alleen eens proberen over oneven n'tjes, of inderdaad over de 2 n'tjes. Ingedeeld n faculteit, u tot de macht n. Omega t plakt in zijn geheel. Zo. Ja, nou is die tweede mogelijk nadeel van een Frobenius. En nummer 1 was dat je hoopt dat je van hier daar terecht komt. Gesloten vorm vindt voor je AN'tjes. De tweede nadeel is, en dan maar hopen dat die eindreeks, dat je die herkent. Ik herken hem. Dit is een cosinus. Sorry, een sinus. Ik weet ook niet waarom ik hier van even naar oneven ben gegaan. Nog een slokje koffie. Hij is even, dat was mijn zorg. Hij is even, de cosinus komt eruit. Nee, dat is helemaal niet veel. Dit ding, en nogmaals, dat is altijd maar hopen dat je me herkent. Dat is de telomontwikkeling van een cosinus. Maar die cosinus van omega t. Staat. Die A0 die we vanaf het begin steeds hebben meegesleept in elke volgende AN,
Ja, dat is wat ik hierboven nog even over de B had genoemd, maar het is gewoon een constante die een willekeurige waarde mag geven. Dus om de notatie even aan te laten sluiten op eerder, dan kan ik een B noemen. Nee, dat is oplossing 1. Dus we vinden netjes één van de oplossingen terug. Die, we zien het ook bij A1 beginnen. En dan vind je de A3, A5, A7, A9, etc. Die kruisen nooit deze reeksontwikkeling. Daarom zijn het twee onafhankelijke oplossingen. En op dezelfde manier even uitwerken, ja, dat vind je dan de sinus. En belangrijker, daarom beperkte ik dit voorbeeld helemaal uit. Het belangrijkste dat u nu ziet, is dat de reden dat er maar twee oplossingen uitkomen, dat had dus te maken met dit verhaal waar we het net over hadden. Het feit dat die reeks elkaar niet tegenkomen, dat je twee onafhankelijke reeksen hebt, betekent omdat deze sommatie bij 2 begint en niet bij 0. Omdat die hier bij 2 begint en deze bij 0 begon, betekent dat ze onderling een stapje 2 overstaan. En waarom begon deze bij 2 en niet bij 0? Dat komt omdat de eerste twee termen niet meedoen. Die waren zelf 0. Waarom telde die niet mee? Omdat dit ding bij de eerste twee termen 0 was. En waar komt dit vandaan? Van die tweede afgeleide. Het is een sequentie van stapjes, maar dit is wat er staat. Nou, dit bewijs, ik heb nou even voor een sinus en een cosinus gedaan. Het is heel erg eenvoudig om dit bewijs uit te breiden. Dat gaan we niet uitgebreid doen, maar ik hoop dat u ziet dat de logica op dezelfde manier werkt. Want ik kan hier een willekeurige constante voor plakken en hier een willekeurige constante voor plakken. Ik kan zelfs nog een extra afgeleide ertussen stoppen. Een eerste afgeleide bijvoorbeeld. Maar ook een afgeleide in het kwadraat of zo? Of nee, dat mag niet, want het is niet lineair. Dan is het niet lineair. Ja, dat klopt. En alles wat we dus hebben gedaan is gewoon lineaire methode. Dus toen ik hier zei, dit werkt niet veel beter voor mij, een differentiëerbare functie, hoort er eentje bij. Het moet weer een lineaire differentiaal vergelijking zijn. Als het niet lineair is, kunnen we het wel proberen trouwens. Hoor. Stel je voor dat hier weer tot de derde stond. Dat is niet lineair. Ja, maar zo'n afgeleide tot de derde wordt. Lijkt me erg moeilijk. Ja, dat klopt. Nou ja, in deze ontwikkeling wordt het ingewikkeld, want dan moet ik dus dit ding tot de derde geven. Ja, dan hopen dat het goed gaat. Ja. En kan je dan ook schatten hoeveel oplossingen je krijgt als je de graad weet? Nee, dat werkt dus niet meer met die lineaire differentiaal vergelijking. Die kennis zijn we kwijt. Maar toen ik er straks een rijtje opschrijf was van goede dingen van lineaire differentiaal vergelijking, één van dat rijtje was, ik weet van tevoren hoeveel oplossingen er zijn. En wat ik hier nu gedaan heb, is dat ik voor deze situatie bewezen heb dat waar is. En wat ik u nu probeer aan te praten, dat is als u toevallig heeft niet deze differentiaal vergelijking, maar een andere met een extra constante ertussen bijvoorbeeld. Of misschien zelfs een extra afgeleide. Geen machtige afgeleiders, maar enkele afgeleiders. Dat de bewijsvoering hetzelfde werkt. Dan nog zul je altijd reeksen hebben die een paar ergens verderop beginnen. En dus dat onderling ergens worden overgeslagen. Dus als hier nog een, zeg je hebt nu de D2, de x, dt kwadraat bestaan. Dan kan dus een dt op dx, dt staan en dat betekent dat je dan 3. Oplossingen krijgen? Nee, ik kijk naar de grootste en de kleinste. Ik heb hem, voor mensen, ik ga niet opschrijven, voor mensen die het eventueel, als u het niet volgt, kunt het even langs van u af laten glijden, maar we zouden ook nog een eerste afgeleide bij kunnen stoppen. Ik heb hem lineair gemaakt, ik heb alleen een extra afgeleide. Ja. Dan nog zijn er maar 2 oplossingen. Ja. Want het verschil tussen de grootste en de kleinste afgeleide is nog steeds 2. Er is een afgeleide tussen nog, maar. Dus het verschil is nog steeds hetzelfde. Als u dan hetzelfde opschrijft, dan vindt u nog zo'n recursieve relatie, maar dan gaat iedere recursieve relatie dan ook ergens A en min 1 staan. Die n min 1 komt dan vanwege deze. Maar dat neemt niet weg dat u nog steeds startwaarden op, dat u nog steeds met 2 startwaarden kan beginnen. Die elkaar niet kruisen. Die elkaar niet kruisen. Ja. Dus ik heb het nou gedaan voor het geval dat ik echt maar een grootste en een kleinste afgeleide heb, maar als ik elke tussenliggende afgeleide, het enige wat ik doe is hier wat termen toevoegen, maar nog steeds heb ik niet kruisende reeksen. Dus nog steeds blijft mijn bewijs staan dat er maar zoveel oplossingen zijn. Nog één laatste subtiliteit, en die ga ik ook alleen maar in woorden zeggen. Als je niet gelooft, kunt u even uitschrijven, het is niet zo moeilijk. Tot nu toe, alles wat ik heb opgeschreven, is voor lineaire differentiaal vergelijkingen, waarvan de coëfficiënten, omega, lambda en zo, zelf niet van de tijd afhangen. Van x mogen ze niet afhangen, dan zou die lineair zijn, maar dat het niet van de tijd afhangt.
Wat nou als ik hier een of andere hoofdletter P als functie van T opschrijf? Nog steeds niet lineair deze differentiaalvergelijking. Alleen hij heeft nu een tijdsafhankelijkheid. Geldt dit verhaal ook nog steeds? Het antwoord is ja. Ik schets u alleen even hoe het gaat. Als u wilt, dan schrijft het een keertje uit als we een keertje een half uurtje over hebben. Maar, kijk. Ja. Anders pak ik gewoon een 50 keer vast. Ik bedoel, gewoon, dit moet ik ooit een keer ergens gestaan hebben. Kijk, ik moest er zelf even over nadenken. Bij alle colleges die ik hier in mijn hoofd geef, doe ik alles eerst helemaal zelf. Ga ik naast in de boeken kijken of ik het een beetje goed heb gehad. Toen ik hierover aan het nadenken was, toen zat ik te denken, nou, nee, ik deed het eerst zo. Toen zat ik te denken, nou, hoe gaat het eigenlijk met t-afhankelijke coëfficiënt? Toen dacht ik van, nou, zo'n t-afhankelijke coëfficiënt is dat ook weer zo'n ding, hè? Die p is ook weer een functie van t. En die kan ik ook weer zo schrijven. Via een telo-reeks. Maar dat betekent dat die x, die je schrijft als t tot de macht n, en dat ding, wat ook een t tot de macht, nou, ik zal niet n noemen, want die heb ik al gebruikt, maar t tot de macht m is, daar houdt nog steeds één grote reeks over. Alleen t tot de macht n plus n. Dat geldt op wijze nog steeds. Ik schets hem even. Als u het uitschrijft, dan ziet u dat het verder klopt. Hiermee ben ik eigenlijk weer een beetje rond. Want ik begon met zeggen dat lineaire differentiaalvergelijkingen altijd een vast aantal oplossingen hebben en er niet meer zijn. Nou, dat staat hier dus nu in completo. Want ik heb nu elke lineaire differentiaalvergelijking heb ik nu gevangen. Het enige wat ik heb aangenomen is dit. Oneindig differentieerbaar. Dus ik hoop dat u die stelling die ik op het begin had gegeven, dat u die van mij gelooft op dit moment. Nou, mooi. Hoe zit het in de tijd? Tijdens ongeveer. Oh, nog 10 minuten. Oh, daar kan ik nog 7, daar kan ik nog heel veel in vertellen. Ik doe het even in woorden. Ik heb een uitloop ingebouwd in het laatste college, dus daar ga ik nu hier het gebruik van maken alvast. Het is allemaal lineair geweest. Als je niet lineaire differentiaal vergelijking hebt, dan wordt het leven een stuk ingewikkelder. En hetgeen wat de volgende keer dat u gaat doen, is stel je nou eens voor dat je weer deze situatie hebt, maar dat nu de wrijvingskracht niet met v gaat, maar met v kwadraat. Ja. Differentiaal vergelijking niet lineair, want de eerste afgeleide komt nu kwadratisch voor. Ja, stop. Dan gaan we nog een keer deze trucjes proberen. Die Frobenius, die zijn we kwijt. We mogen het proberen, misschien gaat het per ongeluk goed, maar ik weet A niet hoe oplossingen zijn. Slim raden, dat gaat lukken. Wordt wat ingewikkeld. Het schrijven van afgeleiders, die gaat ook lukken. Maar ik geef eigenlijk al een klein beetje weg. Stel je nou voor dat we helemaal niet willen weten hoe die precies loopt, die functie. We willen niet eens weten hoe die precies op elke tijd ziet eruit. We willen alleen weten wat die in de toekomst gaat doen. In de verre toekomst. Dus ik maak hier even een kwadraatje van. Ik wil weten wat er gebeurt als ik lang genoeg wacht. Kunt u wel zien wat er gebeurt? Ja, nul. Nou, als het niet meer verandert, dan is v afgeleide 0. En dan heb ik dus v is de wortel uit dus g. Ik kan het even niet zien, maar je staat voor. Ja. En het laatste argument dat ik helemaal straks ook al zei, dat één ding weet ik. Kijk, fysisch weet ik al sowieso wat er gebeurt. Hè? Ja. Bedoel, als er genoeg wrijving op een gegeven moment komt, door zijn zwaartekracht gaat hij steeds harder naar beneden, krijgt hij meer snelheid van. Meer snelheid betekent ook meer wrijving, totdat hij elkaar precies in evenwicht houden. Dan zegt hij eerst wat geduwd, dan gaat hij met constante snelheid verder. Maar als nou toch wel weet dat hij met constante snelheid verder gaat, oftewel dat het 2.0 gaat worden in de verre toekomst, nou, dan vul ik het maar in. En dan kan ik deze wat dan die eind V is in terminal velocity. Dat V punt is dan 0. Dan kan ik deze wat eruit komt. Ja, dus het wordt uit mg gedeeld k. Ja, het wordt uit van mg gedeeld k, plus of min. Hij heeft ook kunnen vallen. Ja. Maar je stuk als de zwaartekracht kan. En wat wij nu gaan doen, over 2 dagen, is dat wij met dit soort middelen gaan wij ontzettend veel van functioneren, zelfs als wij de functie niet analytisch kunnen oplossen. Dit voorbeeldje kunnen wij met slimme raden en schrijven afgeleiden gaan we alsnog kunnen vinden.
Maar we gaan technieken leren, grafische technieken, dat we kunnen zien wat er met lineaire differentiale vergelijkingen gebeurt, zonder dat wij het oplossen. Nou, ik zal meteen weer één stapje verder doen. Volgende week dinsdag, dan ga ik u dan laten zien dat die niet-lineaire differentiaal vergelijkingen dan ontzettend afhankelijk zijn van hoe deze en die waren onderling in verband staan. Dat als die een klein beetje met elkaar anders zijn, dat je van oscillerende oplossing opeens aan een exponentiële oplossing kan gaan. Dat heet in chaostheorie of niet-lineaire dynamica, heet dat een bifurcatie. Dat als je een klein beetje, ik moet even opletten nu. Dus straks hangt het over, je vrouw met de beginsituatie een klein beetje, en met de eindsituatie heel erg anders. Die bedoel ik nou niet. Ik kan in de beginsituatie, die verandert de parameters van de differentiaalvergelijking. Wat een niet-lineaire differentiaalvergelijking heeft als kenmerk, dat als je de parameters onderling van getallen verandert, dat de hele wiskundige vorm van de oplossing compleet anders kan worden. Dat is bifurcatietheorie. Daar gaan we het volgende week dinsdag over hebben. Als dat we rond hebben, dan kunnen we alles samen pakken en dan gaan we echt de chaos gaan bekijken. En dan is de race rond. Ja, dank u wel. Ik zie je over 2 dagen. Ja, dank u wel.